Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom bij dit congres Regie op Registers van de tekentafel naar de praktijk. Co-creatie. Welkom vooral voor de grote meerderheid van de deelnemers die aan dit congres deelnemen vanuit hun huis of hun werkplek. Want op de plek waar wij nu zijn mogen we om begrijpelijke redenen maar met een heel beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Het is wel aardig om iets over die plek te vertellen. Wij bevinden ons in de oude Prodent tandpastafabriek in het hartje van Amersfoort. En intussen is deze fabriek omgebouwd tot een studio, maar nog steeds wordt er hier hard gewerkt om te zorgen, weliswaar op een andere manier, dat de mensen buiten de muren van deze fabriek een mooie glimlach op het gelaat getoverd krijgen. En daar gaan wij vandaag dan ook erg ons best op doen. Sommigen van u waren aanwezig op het vorige congres. En dat vond plaats eind 2019. Het was toen nog helemaal live. Vandaag gaan wij ons behelpen met de techniek. Maar we gaan de techniek zo inzetten dat u toch allemaal het gevoel kunt hebben dat u met elkaar in gesprek bent. En u gaat zichzelf dus regelmatig terugvinden in chatrooms of breakout rooms, waar je met elkaar in gesprek gaat over de onderwerpen die er vandaag worden aangedragen. Dat is misschien goed om je te realiseren dat je dus voor elkaar heel erg zichtbaar gaat zijn. Dus als je bedacht hebt dat je nu vandaag gaat deelnemen in een t-shirt en een joggingbroek, is dit misschien toch nog een goed moment om even iets anders aan te trekken. U krijgt ook ruimschoots de gelegenheid om uw vragen en opmerkingen met de organisatie en met ons hier in deze ruimte te delen. Op uw scherm vindt u aan de linkerkant een balkje met een chatknop. Die kunt u gebruiken om met elkaar te communiceren. Met een Q&A-knop, die kunt u gebruiken om contact te leggen met de studio hier en uw vragen en opmerkingen dus kwijt te kunnen. En er is ook een knop die u straks gaat gebruiken voor polls. Bedenk wel dat het belangrijk is dat u zoveel mogelijk van uw vragen ook daadwerkelijk intikt en aan ons doorgeeft. Het is weliswaar niet zo dat we alles concreet gaan behandelen, maar het is wel leuk om even te zeggen dat al die vragen ook worden opgeslagen. En het Zorginstituut gaat ze dan ook gebruiken voor de verdere verwerking en de verdere vormgeving van dit onderwerp. Maar houd ook alsjeblieft pen en papier bij de hand. Want op gezette tijden gaan we jullie vragen om eventjes voor jezelf een paar seconden te nemen om te reflecteren op wat heb ik nu te horen gekregen. En ben ik het daar wel mee eens? Of ben ik het er misschien niet mee eens? Of welke vragen roept het eigenlijk bij mij op? En het is handig om dat gewoon even in een paar steekwoorden te doen, want dat helpt je bij je inbreng later. Er is behoorlijk wat gebeurd sinds we elkaar de laatste keer getroffen hebben over dit onderwerp. En tot de afgelopen zomer hebben we heel veel tijd besteed aan de voorbereidingen van eigenlijk de praktijkfase waarin we nu langzamerhand behandeld aangekomen zijn. Sommigen van u hebben deelgenomen aan intensieve werksessies. Sommigen van u hebben deelgenomen aan langdurige en intensieve één-op-één gesprekken. Maar nu is er eigenlijk een soort acceleratiefase ontstaan. Nu beginnen er case studies te lopen, waarover u straks veel meer zult horen. Kortom, er begint een versnelling op te treden. Maar we hopen ook heel erg dat u in datgene wat er vandaag geboden wordt en in de dingen die hierna gaan gebeuren ook iets gaat terugzien van uw eigen inbreng tot nu toe. En daarom hebben we dus ook die toevoeging aan de titel gemaakt, co-creatie. Nou, wat kunt u vandaag allemaal verwachten? Om te beginnen krijgen we eerst een update van de opdrachtgever van dit hele traject. Dat is het ministerie van VWS. En daarna komt de regisseur van dit traject aan de orde. Dat is het Zorginstituut. En we zeggen met nadruk de regisseur, want de eigenlijke acteurs in deze film, dat bent u allemaal, zoals u aanwezig bent vanuit uw huis of werkplek. En als de acteurs hun werk goed doen, dan heb je de regisseur eigenlijk nauwelijks nodig. Althans, dat hopen we. En als de twee inleidingen geweest zijn, dan gaan we door met onze keynote speaker van vandaag. Dat is Marion Goodman. Marion Goodman is gespecialiseerd in het begeleiden van complexe vraagstukken die eigenlijk een nationale aanpak nodig hebben en waar heel veel belanghebbende partijen een rol spelen.
En met een aantal van die belanghebbende partijen gaan wij na de keynote van Marian ook even aan onze Prodent-stamtafel een paneldiscussie voeren om te kijken wat haar inbreng voor ons kan betekenen. Daarnaast lunchpauze. En daarna kunt u ofwel uw eigen sobere boterhammetje eten of gebruik maken van het smaakvolle lunchpakket dat het Zorginstituut eventueel bij u thuis laat bezorgen. Maar gebruik in die pauze ook de techniek om eventueel met andere mensen die u tegenkomt in de deelnemerslijst even bij te praten. Want het sociale aspect, dat hoort er ook bij. Nou, na de lunch verdelen we ons over 3 deelsessies. Die tot onze vreugde ongeveer allemaal even populair zijn. Even voor de statistiek. Er zijn vandaag bijna 300 deelnemers. Dus u bent met velen. En in die 3 deelsessies gaat het over de 3 aspecten. Inhoud, data ICT en governance en financing. Tot slot komen we nog even plenair bij elkaar terug. Om met elkaar te delen wat we onderweg in die parallelsessies hebben opgedaan. En dan zijn we wat ons betreft voor u toe aan een heel welverdiend weekend. Tot zover de menukaart van onze co-creatie. En dan wil ik nu eigenlijk graag de eerste spreker bij u introduceren. En dat is Marcel van Rij. Marcel is directeur geneesmiddelen en medische technologie bij het ministerie van VWS. En hij zit al een aantal jaren op die post. En wat eigenlijk heel bijzonder is voor het ministerie van VWS, want dat roleert heel graag met zijn medewerkers. Maar die ervaring van Marcel is buitengewoon handig, want daardoor kent hij het veld en de veldpartijen en alle gevoeligheden als een broekzak. En met zijn aimabele en toch zakelijke manier van presenteren is hij heel goed in staat om de visie van VWS op een herkenbare manier over te brengen. Dus Marcel, graag het woord aan jou. Dankjewel Martin voor deze warme introductie. En ik voel gelijk ook een bagage op mijn rug hoor. Dat met alles wat ik vandaag zou moeten delen. Maar dat doe ik met veel plezier, dames en heren, u ook allemaal thuis. Fijn dat we met zoveel mensen bij elkaar zijn, zij het dan digitaal, om vandaag verder te praten over regie op registers. Ik ga u meenemen via een paar slides, even ter inleiding vanuit het perspectief van het ministerie van VWS. Zoals net al even werd geschetst, toen wij startten met dit traject, zaten wij in een mooie theaterzaal. We hebben het fotootje er nog maar eens even bij gepakt. En ja, helaas kunnen we dat op dit moment niet doen, maar laten we hopen dat we dat op een snel moment weer terug kunnen doen. En nu zitten we in de fase waarin we digitaal met elkaar verder werken. Heeft het project stilgelegen? Nou, zeker niet. Er is veel gebeurd. Daar gaan we straks denk ik nog veel meer over horen. Maar misschien goed om even te schetsen dat we tot de zomer van afgelopen jaar, midden in de coronacrisis, het Zorginstituut bezig is geweest met wat wij noemden de fase 1, de verkenning. Wat kennen we in het landschap? Wat kunnen we met data en de infrastructuur? Is het haalbaar wat we voor ogen hebben? Nou, kortom, ik zal daar niet te veel over uitweiden. Maar afgelopen zomer hebben wij ook als ministerie besloten, ja, er ligt voldoende munitie op tafel om dit traject verder te gaan. En we zitten dus nu wat wij noemen in de fase 2. Waaronder we met case studies aan het werk zijn om echt in de praktijk verder te gaan in het bouwen van dit verhaal. Ik weet zeker dat we daar straks ook nog het een en ander over horen. Dus ik ga snel verder. Misschien even een stapje terug. Waarom doen we dit eigenlijk allemaal? Dit hele project met registers. Nou, in onze laatste brief aan de Kamer over het geneesmiddelenbeleid hebben we ook een aantal bewegingen geschetst. Onder andere het belang van transparantie om dure geneesmiddelen zo effectief mogelijk, maar ook zo toegankelijk mogelijk te houden in het Nederlandse stelsel. Transparantie is daarvoor een belangrijk item. Maar we zien natuurlijk ook in de praktijk dat er steeds vaker nieuwe type producten ontstaan die we op een andere manier misschien in ons stelsel moeten toelaten. Meer differentiatie in de pakkettoelating. Misschien meer randvoorwaarden die we dus ook moeten kunnen volgen. En we zien dat het vervolg in het onderzoek in de praktijk ook een steeds belangrijke rol gaat spelen. En vooral voor dat tweede en derde punt zijn registers en een goede data-infrastructuur natuurlijk onvermijdelijk als randvoorwaarde.
Wat ik net al zei, steeds meer geneesmiddelen komen voor kleinere groepen patiënten op de markt. Dat heeft ook tot gevolg dat de bewijsvoering en de overeffectiviteit of de kosteneffectiviteit soms ook minder is. En je bent dus op zoek naar die onderbouwing voor die effectiviteit. Ook beter op de patiënt afgemeten zorg. Dat betekent meer gepast gebruik. Dat is natuurlijk een mooie containerbegrip, maar wat bedoelen we daar in de praktijk nou precies mee? Ook optimalisatie voor de patiënt in doses, in schema's, in aanpassingen. En daarmee ook het up-to-date houden van ons verzekerde pakket aan geneesmiddelen. We kennen in Nederland natuurlijk de situatie waar we vandaan komen met heel veel, goede initiatieven. Maar die ook allemaal wel verschillen in aanpak, in doelstelling en hoe ze ooit zijn ontstaan. Wie daarbij betrokken zijn, hoe het gefinancierd wordt. Dus een best versnipperd landschap. En eigenlijk is toch de vraag of die initiatieven die we hebben altijd het juiste inzicht en het juiste beeld geven. Dus we hebben geconstateerd al eerder met elkaar dat er een noodzaak is om dat registerlandschap te verbinden en te harmoniseren. En VWS heeft dus ook het Zorginstituut gevraagd om daar de regierol in te nemen. Misschien een mooi voorbeeld, even uit de praktijk. De behandeling met de Eculizumab, waar een weesgeneesmiddelenarrangement voor is afgesloten. En waar allerlei afspraken zijn tussen de verschillende partijen over hoe we dat volgen in de praktijk. En wat blijkt, dat als je dat op een goede manier doet, dan kun je daar ook de dosisschema's voor de patiënt op aanpassen. Je kunt het gebruik ermee optimaliseren voor de patiënt. Dat is prettiger voor de patiënt, je hebt een gepaster gebruik. En uiteindelijk, hey, wat is dat mooi, we hebben ook daar nog een kostenbesparing mee bereikt. Dat is dus afgeleide doel daarvan. Voordat ik verder ga, even een vraag tussendoor die ik u wil stellen. Wij als VWS gaan natuurlijk proberen om dit zo goed mogelijk in te regelen. En de vraag die wij eigenlijk aan u hebben voor vandaag, wat vindt u nou het belangrijkste dat wij als VWS zouden moeten oplossen? Is dat de eenduidigheid van de inhoud, het verbeteren van de bruikbaarheid? Is dat de hele data-IT-infrastructuur? Zegt u nee, het gaat juist om de governance. Het gaat juist om de financiering wat u moet regelen, VWS. Of anders. En als het goed is, krijgen we nu daarvoor een meter in beeld. Ik hoop dat ik ook ergens de... Ja, ik krijg hier voor me een scherm waar we de resultaten op kunnen gaan zien. Ze staan nog allemaal gelijk. Het lijken wel landelijke verkiezingen. De spanning om wie de meeste zetels krijgt. Maar die hebben we inmiddels gehad, dames en heren. Kijk, het verschuift nog wat heen en weer. Dat is aardig. Nou, het is eigenlijk wel duidelijk. Als belangrijkste element, als ik het nu zo zie. Wacht even. Ik hoop niet dat er pas 15 mensen gestemd hebben. Als ik in mijn scherm kijk. Want dan zou het nog wel eens heel erg anders kunnen uitpakken. Misschien moeten we daar eventjes voorzichtig mee zijn. Er komen nog steeds resultaten binnen, begrijp ik. Maar vooralsnog komt er niet een heel extreem beeld uit, zou ik zeggen. 37 stemmen zitten we inmiddels, 40. Als er bijna 300 deelnemers zijn, dan zou ik verwachten dat het sneller oploopt. Maar we kunnen hier ook niet al te lang bij stilstaan. Ik kijk ook even naar de collega's van de regie hier in de studio. Nou, we zitten nu op een aantal tientallen. Het beeld verschuift niet heel erg. Dus toch het meeste van u thuis vinden het regelen van de infrastructuur heel belangrijk. En de eenduidigheid van inhoud en kwaliteit.
governance-structuur en op 4 de financiering. Ik had persoonlijk gedacht dat die misschien wel wat hoger zou komen. Maar kijk, op het moment dat ik erover praat, verschuift hij een plekje omhoog. Het is niet te veel invloed uitoefenen. Maar misschien, ik ben ook nog wel nieuwsgierig naar wat er onder anders staat. Maar die kunnen we waarschijnlijk wel ophalen in de antwoorden om die mee te nemen in het verdere verhaal. Wij bewaren ook deze input, want die gaan we ook gebruiken voor de rest van het traject. Dank jullie wel voor de reacties. Dan even een bruggetje naar waarom we hier vandaag bij elkaar zijn. Het gaat natuurlijk ook om de voortgang in dit project. Hè. We zijn nu echt een fase verder. Er zijn een aantal case studies geformuleerd waar de volgende spreker ook nog iets over zal zeggen. Waarin we echt de aannames die we tot nu toe hebben gedaan in de praktijk gaan toetsen. Hoe werkt het? Werkt alles zoals wij hopen dat het is? Waar moeten we op gaan aanpassen? Dat is gewoon heel belangrijk dat we dat samen met elkaar uitvinden en uiteindelijk met een goed voorstel komen. Uiteindelijk bepaalt dus die besturing, de governance en de financiering ook de toekomstige inrichting en welke afspraken we daarover maken op een landelijk niveau. Daar iets over zeggend, dames en heren. Wat is daar de verwachting van? Nou, het project Regie op Registers gaat een advies opstellen over de governance en de financiering voor VWS. Dat gaan wij ontvangen. De besluitvorming daarover, ja, die zal door een nieuw kabinet worden genomen. Want dat heeft wel wat consequenties. Het ontbreken van die structurele financiering op dit moment, die hebben we ook gemeld aan de Tweede Kamer in onze laatste brief. En dat is echt een item wat hierbij hoort. Dat realiseren we ons heel goed. Op dit moment, wat ik net al even zei, is het vaak een financiering die spontaan is ontstaan vanuit een bepaalde praktijksituatie, waarbij de overheid een rol speelt, waarbij de farmaceutische industrie een rol speelt, waarbij ook onderzoeksfondsen een rol spelen. Maar idealiter gaan we natuurlijk naar een meer gestructureerde financiering voor de lange termijn. En als het aan ons ligt, ook een publiek-private samenwerking daarin. De aandachtspunten daarbij is natuurlijk de hele governance, hoe we dat implementeren, hoe we dat besturen. En wat belangrijk is om te melden, vind ik ook vandaag, dat wij bij Regie op Registers zoveel mogelijk aansluiten op alle initiatieven die er al lopen bij de governance voor de kwaliteitsregistraties in de zorg. We gaan niet dat naast elkaar doen, maar waar het nodig is om voor geneesmiddelen iets anders te doen, zullen we dat natuurlijk doen. Maar zoveel mogelijk op dezelfde leest geschoeid. Ik zei het net al, vandaag ook digitaal en in de breakout sessies. We gaan samen verder. Het is een ingewikkeld, complex, langdurig project waarin we met kleine stappen vooruit gaan. Maar die stappen zijn spannend en ook nodig. En uiteindelijk, als we naar een geharmoniseerde structuur gaan, dat zal ook hier en daar consequenties hebben. Want iets wat ooit goed bedacht is, zou misschien toch aangepast moeten worden op die landelijke structuur. Of iemand die altijd iets nodig had, die heeft er baat bij als het nu structureel geregeld gaat worden. Dus we kennen allerlei elementen daarvan. Dat gaan we met elkaar tegenkomen. Maar we werken met elkaar aan het verbeteren van het registerlandschap. En dat vraagt iets van ons allemaal. En zowel inhoudelijk als qua kennis, expertise, als besturing moeten we dat met alle stakeholders gezamenlijk ook doen. Dat lijkt ons eigenlijk een no-brainer. Wel goed over nadenken, hoe doen we dat op een zorgvuldige manier. Dus, registers als randvoorwaarde om verder te komen in het gepast gebruik van geneesmiddelen, uitkomstgerichte zorg, die hele beweging die daarachter zit. En uiteindelijk gaat het ertoe om dat we het juiste geneesmiddel, de juiste zorg voor de juiste patiënt op het juiste moment hebben. Op dat niveau zijn we het altijd met elkaar eens. Maar hoe doen we dat in de praktijk? Dat is de uitdaging voor de volgende fase van dit project. Een afrondende vraag. In hoeverre is het voor uzelf ook mogelijk om die lange adem vast te houden? En waar loopt u tegenaan als uw geduld op proef wordt gesteld in dit traject? Wij zien graag jullie input. Ik wens u allemaal veel plezier en veel succes en veel wijsheid, inspiratie op om vandaag deel te nemen en bij te dragen aan dit congres. Dank u wel. Dank je wel, Marcel, voor dit heldere en overzichtelijke verhaal.
En voor de mensen thuis achter de schermen, neem dus even rustig de tijd om ofwel die vraag te beantwoorden, ofwel de andere dingen op te schrijven die je kwijt wilt naar aanleiding van dit verhaal. Waar ben ik het mee eens? Waar ben ik het niet mee eens? Zitten er nog knelpunten die niet genoemd zijn? Zet ze allemaal in de Q&A, want na het volgende verhaal van Peter Siepers gaan wij al die vragen ophalen en er een paar uitpikken om die eventueel met beide heren te bespreken. Dan gaan we verder met Peter Siepers. Peter Siepers is sinds 2019 lid van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. En heeft een hele gevarieerde achtergrond meegenomen in die functie. Zijn vroegere werkgevers omvatten de spoorwegen, de jeugdzorg en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. En de rode draad in die hele carrière is eigenlijk het dienen van de publieke zaak. Dat is iets wat hij nu ook meegenomen heeft naar het Zorginstituut. En de bevlogenheid die hij daarvoor voelt, die laat hij nu ook los op de visie van het Zorginstituut op het onderwerp regieopregisters. Peter, ik geef je graag het woord. Ja, dankjewel Martin. Goedendag allemaal. Fijn om u in de uitzending te weten. Ik kan u niet zien, helaas. Als we normaal thuis werken, dan hebben we Zoom aan of WebEx en dan zien we elkaar in beeld. Maar ik weet dat u er bent met 300 mensen notabene. Dat is een hele grote belangstelling vandaag. En ik heb er straks even door de deelnemerslijst gekeken om eens even te kijken van wat voor mensen zitten er nou eigenlijk in de uitzending. En dan zie je een hele grote spreiding. Dan zie je veel medici natuurlijk. Dat is een kern van het werk en een deel van het werk. Maar daarnaast ook de data, want we hebben echt wel een uitdaging om de data goed uit te wisselen. Ik zie verzekeraars, de patiëntenfederatie, ik zie ook mensen van de overheid en veel mensen van de pharma ook. Dus welkom allemaal en ik licht graag wat nader toe, aanvullend op het verhaal van Marcel. Ik ga in op de bedoeling, het is toch goed om die nog een keer vast te pakken, want dat is waar we het voor doen, op de aanpak en waar we nu zijn. En ik heb tussentijds heb ik twee vragen aan u. Om te beginnen, ja, u zag net de laatste zin van Marcel. De juiste zorg voor de juiste patiënt op het juiste moment. En daar pik ik hem ook even op. Want dat is de bedoeling. En specifiek voor mensen met een ernstige ziekte en die afhankelijk zijn van dure geneesmiddelen, moeten we dat goed doen. En daarvoor is nodig dat we betrouwbare gegevens krijgen voor iedereen. Voor de categorieën mensen zoals u in de uitzending bent, voor de patiënt, voor de zorgaanbieder, voor de zorgverzekeraar, voor de industrie en voor de overheid. En regie op die registraties geeft ook eenduidigheid en een gelijk inzicht, dat we het kunnen delen met elkaar. En daar moet een behoorlijke winst in zitten. Als we dat goed doen, dan hebben we een behoorlijk maatschappelijk effect van die eenduidige registratie. En even iets concreter, want dit is heel erg hoog over. Ik loop even drie groepen apart af. De professional, laat ik daar even beginnen. Die kan gerichter en doeltreffender de medicatie inzetten. Gepast gebruik, zoals Marcel net noemde. De professional en zeker de wetenschappelijke verenigingen die daarbij assisteren, die kunnen sneller en beter leren. Daar zit denk ik een enorme winst in. En als we het goed doen, krijgt u ook een lagere registratielast. Voor de patiënt, die krijgt betere zorg. Als de medici beter inzicht hebben en beter onderzoek kunnen doen, krijgt de patiënt ook betere zorg. Hij of zij krijgt ook betere keuzeinformatie. En vanuit het stelsel geredeneerd, de patiënt blijft verzekerd van snelle toegang tot dure geneesmiddelen. En dat is ook het bruggetje even naar de taak van de overheid. En Marcel zei daar net al wat, er zat in een aanleiding veel. De rol van het Zorginstituut daarbinnen is het pakketbeheer. Ik ga daar dadelijk wat meer over zeggen. Wij kunnen die taak beter en toekomstvaster uitvoeren. Je zou zeggen, dat is zo vanzelfsprekend, dan slaan wij toch de handen ineen en dan gaan wij dat doen. En toch was het moeilijk om dat met elkaar in Nederland voor elkaar te krijgen. En sinds april hebben wij de lead, ik zal er dadelijk iets meer over zeggen, namens u en in opdracht van VWS om hier regie op te voeren, om het vooruit te krijgen. En de doelen staan nog eens een keer hieronder voor u op het scherm. Een eenduidige ziekteregistratie, de regierol goed inlichten, het borgen van de basisinfrastructuur en zeker belangrijk de financiering. Want daar hebben we toch ook regelmatig een probleem mee, horen we van u. Het is goed om even toe te lichten hoe het Zorginstituut daar nou in zit. Want wij hebben twee petten in alle eerlijkheid en dat weet u en dat weet ik ook.
We hebben twee petten. De eerste is het project leiden. Dat is de allereerste rol die we hebben. En dat is ook de rol zoals ik hier sta als eerste. Vanuit de publieke betrokkenheid die ik heb in mijn werk, is dit waar ik als eerste voor sta. Het project leiden, regie nemen en dat die regie voeren namens ons allen. Ook namens u. Dat is een tijdelijke rol. Het is een project. Het is ook een neutrale positie. Maar wel met, we moeten natuurlijk wel een resultaat komen. Dus wij acteren op de voortgang. We zetten het ook af en toe even op scherp. Maar wij zijn niet degene die de hele tijd beslissen. We doen dat in overleg met u. We hebben ook de rol van pakketbeheerder. En dit is de kans om daar ook iets over toe te lichten nog even. Zoals we het nu zeggen, zeggen wij zijn van het samenstellen van het pakket van goede verzekerde zorg. En dat samenstellen is een werkwoord. En dat doen we samen met u. Na overleg met u. En natuurlijk is daar dan kan er een advies of een besluitmoment zijn dat wij iets aan de minister moeten adviseren of zelf wat moeten besluiten. Maar dat kan niet eerder dan dat wij daar met u goed over hebben gehad. En meer dan in het verleden zullen wij pakket en kwaliteit en data ook aan elkaar koppelen om die taak goed uit te voeren. En dat is eigenlijk dit project wat we nu aan het doen zijn met regie op registers gaat daar nou juist over. Dat wat betreft onze rol. Als we nu even naar de waar staan we dan ergens schakelen. En dat vind ik fijn om daar echt wat over toe te lichten. Want we zijn echt wel in een andere fase dan zoals we zijn begonnen ruim anderhalf jaar geleden. De titel alleen al van tekentafel naar praktijk, dat zegt wat. Ik merk ook dat het een andere energie geeft. Natuurlijk hoort bij zo'n start van een project en ook als het gaat om het verdienen van de regierol, gaat het om veel praten, gaat het om plannen maken. Plannen staan op papier. En je moet wel wat fantasie hebben om de doorkijk te hebben naar hoe het er dan straks uit gaat zien. Hoe het praktisch gaat worden. Gelukkig hebben we vorig jaar die stap kunnen zetten. In 2020 hebben we die stap gezet naar doen. En dat is wat we nu ook aan het doen zijn. En ik kan daar samen met u ook zelfs even een doorkijk in maken zoals op deze dia staat. U ziet aan de linkerkantlijn de tijdlijn staan. Ongeveer van begin van dit jaar en we kijken door tot het einde van volgend jaar, december 2022. Want dan moet het project klaar zijn in de zin dat wij onze adviezen en resultaten hebben aangeboden aan VWS. En dat op het totaal ook besluitvorming heeft plaats kunnen vinden. Wat doen wij daar dan binnen? Op dit moment case studies. We hebben er 4 gecontracteerd. Ik zal daar dadelijk iets meer over zeggen. Dan gaan we even in de diepte. En die case studies die zijn nodig om datgene wat we aan de voorkant samen met u hebben bedacht in de praktijk te toetsen. Werkt dit nou ook echt? Een proof of concept is het. Ook om de consequenties van die keuze goed te kunnen overzien. Dat zien we pas als we het echt toe gaan passen. Dat kan natuurlijk zijn dat we daar dingen tegenlopen dat we iets hadden bedacht samen met u. Wat we dachten, nou dat is de goede lijn. Maar blijkt dat het in de praktijk toch niet helemaal goed werkt. Dat hoort bij deze fase. Dat is helemaal niet erg. Dan gaan we samen met die mensen die betrokken zijn bij de case studies gaan we bedenken. Hoe moet het dan wel? Dat wat betreft de case studies, ik ga daar zo dadelijk even op verder. Het tweede wat we graag willen is dat we verbreden ook buiten die case studies. Ik moet er wel wat op toelichten daarbij. Die case studies kunnen wij echt behoorlijk wat capaciteit op inzetten in de ondersteuning. En daar hebben we ook geld voor beschikbaar. Voor de case studies die zij kunnen inzetten in het register. In die verbreding hebben we dat geld niet beschikbaar. Maar we kunnen wel in enige mate ondersteuning bieden. Want ik denk dat we met goede dingen bezig zijn. En als u over een half jaar een nieuw register zou willen opstarten, is het toch denk ik verstandig om je te spiegelen even aan wat er nu uit regie op registers wordt opgeleverd en bedacht wordt. En daar misschien ook gebruik van te maken. Daar is in ieder geval de uitnodiging toe. U hoeft dat niet. Maar ik denk dat dat verstandig is en dat u er zelf belang bij heeft. Dus in die zin een aanmoediging ook om het te verbreden zelfs. Je zit voor ons een stukje risico in dat we die verbreding niet helemaal in de hand hebben. Maar ik denk dat we hier vooral op pad moeten gaan. Dus vandaar de uitnodiging. En het derde, governance en financiering. Marcel had er net al aardig wat aandacht voor. Dat is een niet onbelangrijk onderdeel van het werk. Waar staan we dan nu? Wij hebben samen met u hebben we heel veel denkbeelden opgehaald. We hebben eigenlijk eerst heel erg verbreed. Nou, zelfs elementen dat je denkt, ja, zou ik dat wel willen? Hè, als ik er ook even persoonlijk naar kijk. En vanuit daar zijn we op basis van uw reacties zijn we ook weer een stukje gaan convergeren. Waardoor we een aantal verschillende alternatieven nog hebben. Zowel op het vlak van de financiering als op het vlak van de governance. Dat ga ik nog in een bestuurlijke ronde de komende maand toetsen bij vertegenwoordigers van u.
En dan hopen we het daarna aan te kunnen bieden in de vorm van een advies aan VWS. Het is dan aan VWS om ook met de steun, wellicht hopelijk, van een regeerakkoord, om daar dan een nadere richting in te kiezen. Ook een stukje haalbaarheid nog even te toetsen, puur juridisch. En het later, Marcel zei al, dat zal wel eind van dit jaar, begin volgend jaar zijn, om tot besluitvorming te laten leiden. En daarna komt nog de implementatie natuurlijk. Dit wat betreft waar we nu staan en ook de doorkijk even. En ik merk ook dat dat een andere energie geeft. En dat we met 300 mensen nu in de uitzending zijn, is daar denk ik ook een illustratie hiervan. We zijn aan het verbreden, we zijn de draagkracht aan het vergroten, de denkkracht aan het vergroten, ook de doekracht komt daar nu bij. En dat is een fijne fase om er nu in te bivakkeren. Ik schakel naar een vraag aan u. En ik realiseer me dat deze vraag een beetje lijkt op de vraag die Marcel net had gesteld. Toch de vraag even aan u stellen. Wilt u in de chat alstublieft antwoorden? Want daar kunnen wij ons voordeel bij hebben bij het leiden van het project. Er zit nu positieve energie in. Ik hoop dat u dat herkent. En als u vanuit uw perspectief nou kijkt, wat zou u ons dan mee willen geven in het project als aandachtspunt? Hoe houden wij de positieve energie vast? Ik ben benieuwd naar uw antwoord in de chat. En ik stop nu eventjes om u daarover te laten nadenken en de chat te laten vullen. Er komen een paar vragen nu binnen. Ik hoop dat de lijst nog wordt aangevuld. U heeft de kans om dat gewoon nog verder in te vullen. Ik kijk ook even naar de regie. Hij blijft openstaan. Mag ik aannemen deze chat? En dan kunnen uw antwoorden worden meegenomen. We gaan dat ook dadelijk inbrengen in het paneldiscussie. Ik ga over naar de volgende dia. En ik ga met u even verdiepen op de case studies. Want daar is veel over te vertellen. Daar zit enorme progressie in. U ziet hier vier case studies bij naam genoemd. En wat ik heel fijn vind om te kunnen melden, de eerste drie die u ziet bovenaan geschetst, daar hadden we al overeenstemming over. Dat we zaken gingen doen, dat we het verder gingen inlopen. En de vierde die u ziet, die is nieuw. Die is vers van de pers. Die hebben we, daar is overeenstemming mondeling bereikt 2 dagen geleden. We moeten wederzijds de handtekening nog zetten, maar dat komt goed. En u ziet dat het Amsterdam UMC is geworden met een heel klein ziektebeeld, een heel specifiek ziektebeeld, de metachromatische leukodystrofie. En dat is zo klein dat we in Nederland daar maar 1 onderzoekscentrum aan hebben verbonden, meer is ook niet nodig. En dat het bijzondere daarvan is dat we juist de internationale samenwerking verder willen verkennen en toetsen. U ziet ook dat het zijn 4 case studies. Een mooie mix tussen oncologisch, waar heel veel werk in zit, en niet-oncologisch, zoals u ziet. Ook een spreiding over de universitaire centra. Het UMC Utrecht met, ik hoop dat ik het goed uitspreek, colorectaal carcinoom. Mirjam Koopman zit zo dadelijk in het panel als vertegenwoordiger van de case studies. Het Erasmus MC is betrokken met multiple myeloom. Het LUMC met hemofilie. En het Amsterdam UMC, zoals ik net al zei. Achter die universitaire centra zitten heel veel andere partijen. Ik weet dat er achter eentje maar liefst al 65 ziekenhuizen zijn aangehaakt. Dus via zo'n registratie verbreden wij enorm diep het veld in en diep de praktijk in. En kunt u allemaal meedenken. Krijgt u er allemaal mee te maken als u daarbij betrokken bent. Het is ook een mix tussen bestaande registers. Van deze 4 registers zijn er 2 bestaand en 2 nieuw. En we weten dat het moeilijk is om vanuit een bestaand register de nieuwe principes daar ook mee te gaan vermengen. Dan kunnen we daar oefenen. En bij een nieuw register, dat is nog een groene weide in zekere zin. Daar hebben we dan weer andere uitdagingen vaak. Maar u heeft ook daaronder wat kunnen zien in tekst, dat ga ik niet doorlopen voor u. Dat elke case study ook een specifiek karakter heeft.
Ik denk dat hier een ontzettend mooie mix in zit. En dat we op deze manier de praktijk in de praktijk zitten. Niet de praktijk geraken, maar in de praktijk zitten. En dat we het project nog meer kunnen laten vliegen, opdat er goede resultaten uitkomen. Ik ga naar de afronding van mijn verhaal met een laatste vraag. Natuurlijk houden we graag het enthousiasme overeind, zoals ik net zei. En de vraag die ik nu aan u heb, die gaat over uw situatie. Wat ziet u in uw domein tot de grootste uitdaging om samen met ons een succesvolle en vlotte implementatie te kunnen hebben? Dus deze vraag gaat over uw domein. En dat helpt ons om een inzage te krijgen wat u nodig heeft. Dus graag via de chat een antwoord op deze vraag. De chat blijft nog openstaan. Ik heb u meegenomen even vanuit de bedoeling nog een keertje naar de aanpak en ook een stuk doorkijk en de energie die er nu namens ons allen in zit. Ik kijk er maar naar uit naar een volgend congres waarbij we weer een stuk verder zullen zijn. En ik dank u voor uw aandacht. Ja, Peter, dank je wel voor deze mooie inkleuring van de regierol van het Zorginstituut. En wat dat betekent voor iedereen die met patiëntenregistratie bezig is. Als jij even opschuift naar de zijkant van dit podium, dan kan wij staan samen in beeld ook, Marcel hier weer aanschuiven. Want dan kunnen we even een aantal vragen bespreken die via de chat bij ons binnengekomen zijn. Overigens, het is wel zo dat, dat kon je merken aan de eerste initiële reacties op de stellingen van Marcel. Een aantal mensen kan niet direct de poll-knop en de Q&A-knop vinden. Die zitten allemaal aan de linkerkant van je scherm, dat je voor je hebt. En voor de Q&A-knop in het bijzonder geldt dan nog dat je nog één keer door moet klikken voordat dat scherm opent waar je lekker dat allemaal in kunt tikken. Dus ik hoop dat jullie met deze extra aanwijzing toch een gemakkelijk gebruik kunnen maken van deze hulpmiddelen. Maar als dat niet zo is, we weten ook dat het altijd mogelijk is om in een later stadium van deze bijeenkomst die vragen toch nog een keer aan ons toe te dienen, want wij slaan wel alles op en nemen zoveel mogelijk nog mee. Er zijn een aantal vragen binnengekomen naar aanleiding van jullie presentaties, waar ik graag dan ook een reactie op heb. Want er is één deelnemer die zegt, ja, die slogan van juiste zorg, juiste patiënt, juiste moment, daar ontbreekt wat aan. En dat is de toevoeging juiste prijs. Wie wil daarop reageren? Nou, ik wil daar best op reageren. Wij worden heel vaak, krijgen wij te horen van jullie letten alleen maar op de prijs. Dus ik, in mijn openingsverhaal heb ik daar niet zo'n nadruk op gelegd. Omdat regie op registers ook echt over inhoud gaat van goede behandeling voor de patiënt. En wij weten dat als we gepast gebruik op een goede manier toepassen, dat dat ook goed is voor onze kosten. He, dat is een secundair doel. Maar ik ben het er natuurlijk zeker mee eens. Dat zal niemand verbazen als mensen die het beleidsveld volgen. Dat wij natuurlijk altijd scherp letten op een juiste prijs. Ja. Oké, dank. Is dat ook vanuit jullie optiek aan de orde? Ja, dat is het. In de rol van pakketbeheerder doet de prijs er ook toe. De kosteffectiviteit doet er toe. Ik denk dat nog één toevoeging ten opzichte van aan Marcel. De politiek bepaalt de budgettaire ruimte. En dat is ook dat is heel erg actueel nu met een regeerakkoord. En we zullen zien welk budgettair kader daar dan bij hoort. Daarbinnen hebben wij de opdracht om te zorgen dat we daar het maximale uithalen. En dat is wat we denk ik ook heel erg aan het doen zijn. Zorgen dat we het maximale uithalen van het beschikbare geld. Ja, hartstikke goed. Dan staat er een vraag bij ons die gesteld is door Jacqueline Noordhoek. Dat is een bekend iemand in de cystic fibrose wereld die ook erg betrokken is bij dat patiëntenregistratie die daar speelt. En die zegt van, ik hoop wel dat ook de patiënten in dit hele traject als volwaardige professionals worden behandeld, naast alle andere stakeholders die daar een rol in spelen. Maar misschien is het wel leuk om eventjes nog dan extra toe te lichten hoe de patiënten en hun organisaties in het kader van die één-op-één gesprekken en die werksessies enzovoorts, en nu ook in de case studies, bevraagd zijn en meegenomen zijn. Kun je er iets over zeggen, Peter? Ja, dank voor de vraag. Dat is een belangrijk aandachtspunt. Ik denk dat ik in mijn verhaal de patiënt aan de voorkant al heel goed benoemd heb. Maar dat is het verhaal. Hoe ziet dat dan in de praktijk uit?
Nou, ook bij bijvoorbeeld de governance en financiering, waar we nu wat voorstellen hebben, dat zullen we ook bespreken met de patiëntenfederatie, als vertegenwoordiger van de patiënten. Dadelijk bij die case studies, daar weet ik het eerlijk gezegd zelf niet precies, maar de vraag van Jacqueline is voor mij een aanmoediging de eerste volgende keer om dat eens even te bevragen, hè, als ik er zelf bij zit, van hoe de betrokkenheid van de patiënten geregeld is. Dus het is een belangrijk aandachtspunt, herkenbaar. Ja, dankjewel. Dan is er een vraag die eigenlijk ook wel specifiek voor het ministerie is bedoeld. Die gaat over het volgende. Als je bezig bent met patiëntenregistraties, dan wil je eigenlijk ook dat je een klein risico neemt met het invoeren van tot de persoon herleidbare gegevens. Met andere woorden, de vraag luidt, we hebben ook zoiets als de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op welke manier probeert nou het ministerie ook ervoor te zorgen dat het ene belang niet het andere bijt? Ja, nee, dat is een terecht punt. Ik denk dat die heel algemeen, het is niet mijn specialisme, zeg ik er gelijk bij. Want daar, op de datakant hebben we andere mensen die zich daar goed over buigen. Maar in zijn algemeenheid, gegevensuitwisseling in de zorg, is een algemeen lopend traject, hoe we dat beter doen. Daar is die balans natuurlijk altijd heel belangrijk. En dat je wel je data kunt gebruiken op een geanonimiseerde manier. Ik zeg dat heel makkelijk, maar daar zitten allerlei safeguards in. Terwijl je wel de privacy van de individu kunt borgen. Sorry. Dus het is heel belangrijk om de aandacht aan te besteden. Ook in de hele uitvoering van de data en de IT-infrastructuur is veiligheid van die infrastructuur natuurlijk een belangrijk aandachtspunt. Ja, dankjewel. Er is ook een opmerking binnengekomen die ik even met u wil delen. Die is niet bedoeld voor het vragen voor commentaar. Maar er is iemand die zegt van, jullie zijn eigenlijk vergeten om uit te leggen dat dat hele regie op registers verhaal werkt met aandoeningsgerichte registraties. En dat het dus anders is dan de geneesmiddelen geregistreerd of de specifieke onderdeel geregistreerde registraties die wij in het verleden veel gekend hebben. Ja. En er is ook een vraag gesteld, en dat vind ik wel leuk om eventjes bij jullie allebei uit te vragen. We zijn natuurlijk niet in Nederland op nationaal niveau bezig met het organiseren van dit hele registerspel. Maar ook in landen om ons heen worden waarschijnlijk vergelijkbare initiatieven ontplooit. En de vraag aan deelnemers die is nu van, kennen jullie die initiatieven? Hoe gaan jullie in contact met die andere buurlanden om te checken of er ook een zekere mate van integratie en synergie mogelijk is? Eerst even beleidsmatig misschien maar. Ja, nee, dat is een hele terechte vraag. En het internationale kader hebben we ook inderdaad met het Zorginstituut besproken. Daar zal Peter zelf nog wel iets over zeggen. Want die ontwikkelingen staan natuurlijk niet op zichzelf. We zien in andere landen vergelijkbare initiatieven. Sommige landen die daar al heel ver in zijn om daar meer centraal allerlei infrastructuur voor te regelen. Dus daar kijken we met veel belangstelling naar hoe we dat doen. Tegelijkertijd zien we ook bijvoorbeeld in de samenwerking tussen landen onderling, ik noem bijvoorbeeld onze Benelux-samenwerking tussen een aantal landen, dat ook dit soort vraagstukken opkomen. Van hey, als we nou met bepaalde middelen te maken hebben, hoe ligt dat bij ons in de verschillende landen? Daar wisselen we ook de kennis beleidsmatig op uit. En er is nog een ander facet wat we ook belangrijk vinden en die we ook hebben meegegeven in dit traject. Dat is dat er bij de markttoelating van geneesmiddelen, door de EMA bijvoorbeeld, soms ook al data-vraagstukken aan een fabrikant worden gesteld. En die zijn vaak wel vanuit een geneesmiddelgedachte geformuleerd. Dus ook die elementen moet je meenemen, wat gebeurt er op dat niveau. En nou, dat is natuurlijk een hele complexe mix. Vandaar dat het ook zo'n project is wat in kleine stapjes verder gaat. Ja, dankjewel. En u ziet dat die internationale dimensie er dan regie technisch uit, zou ik bijna zeggen. Ja, goed dat er naar wordt gevraagd. Ik denk dat velen van u zelf een goede internationale connectie hebben. Dat hoor ik ook als ik met de specialisten praat. Die weten donders goed bij wie ze moeten zijn. In Stockholm of in Kopenhagen of in Wenen. Waar ze nog meer een goede registratie hebben. Hè? Dus het hoeft vooral niet alleen via ons te gaan of via VWS. Maar u heeft ook een netwerk. Wij hebben ook een netwerk. Wij doen best wel veel internationaal, ook met steun van VWS. We hebben bijvoorbeeld een taak om de internationale Horizon Scan te doen op de geneesmiddelen, de vaak wat duurdere geneesmiddelen die daar aan zitten te komen. Daarmee hebben we een perspectief in de toekomst. En ook als het gaat om het Health Technology Assessment hebben wij een trekkende rol Europees met steun van VWS. Die maakt dat mede mogelijk. Dus op die manier zijn wij ook zelf, denk ik, heel goed internationaal aangesloten.
We zien vanzelf denk ik ook per case-studie waar het nationale voorop loopt of waar het internationale voorop loopt. Ik denk dat dat goed gaat, maar het blijft een aandachtspunt. Ja, dankjewel. Ik wil jullie graag heel hartelijk bedanken, Marcel en Peter, voor het neerzetten van het grote decor waartegen deze hele grote operatie zich afspeelt. Ik denk dat dat voor een aantal mensen toch weer wat verhelderd heeft. En jullie kunnen nu aan de zijkant plaatsnemen. Dan gaan wij verder met de volgende stap in ons verhaal. Want wij komen nu toe aan de keynote speaker van vandaag. En dat is Marion Goodman. Marion Goodman is een facilitator en coach. En zij gebruikt allerlei technieken om, zoals ze dat zelf uitdrukt, de mythes van een vastgeroeste mindset omver te blazen. Dus ze helpt mensen om hun eigen vooroordelen en hun neiging tot vermijdingsgedrag onder ogen te zien. En op een onbevangen en creatieve manier aan samenwerkingsprocessen te gaan werken. Marianne is zoals gezegd gespecialiseerd in complexe problemen. Die eigenlijk om een nationale aanpak vragen aan veel verschillende stakeholders. En ze heeft haar hele gedachtegoed. Wendt ze uit via het Presencing Institute, waar ze werkzaam is. En ze heeft dat gedachtegoed losgelaten op een hele scala aan problemen, variërend van gendergerelateerde kwesties tot natuurbehoud. En we zijn er ook heel blij dat ze het Zorginstituut op deze wijze van advies wil dienen over de complexe interacties die nu eenmaal nodig zijn om een onderwerp als dit verder van de grond te trekken. Ik waarschuw u van tevoren, ook Marion zal u op verschillende momenten in haar verhaal aan het werk zetten. Dus wees erop voorbereid, blijf wakker. En dan hebben we nu voor u rechtstreeks van het Kaapstad, Marion Goodman. Dankjewel. Thank you so much. I will ask you to indulge me to speak in English. Ik praat Afrikaans, maar mijn Nederlands is niet heel goed. So if you will indulge me, that'll be great. So I am in Cape Town. Thank you for the beautiful introduction. This is my home office, and I am thrilled to be able to present a few thoughts and a few perspectives to you today that hopefully you'll pick here and there something that's useful. I am working, as was said already, with complex multi-stakeholder engagements around issues of common concern, and I do that all over the world, obviously more from my home office now, but also it's brought me to the Netherlands to work in different contexts, which has been a joy. I'm working with colleagues at MIT and the Presencing Institute in an emerging field called awareness-based systems change. And really it's about a consciousness-based action research approach to social transformation that brings in all the players or the diversity of players in any ecosystem so that the results work for everybody. And I'm interested with the Regieopregisters, how the keenness to work towards solutions that really do work for all, but what it takes to get there is, I do share with that. So what I'd like to do is offer you a few thoughts via some slides. Then, as was already said, I'm going to ask you to pair up in a small and very short breakout and then come back for a little bit more conversation. So I want to begin with what we all know only too well, that we're living in time of great disruption and change. And when we are presented with that, I want to simplify to say we have three ways of responding. So the one response is just to freeze up, to close down, to pretend nothing's happening and wait until the old normal returns. And I think we're all realizing that's not such a great option anymore. The other option is what I'm calling leaning backwards, which is really sort of close off against the forces of change,
It's the kind of nostalgia for the past, the make whatever it is great again. Let's just shut out anything that threatens us. Both of these are closing down options, essentially. I'd like to offer another, which is an opening up option. I'm calling it leaning towards. And what are we leaning towards? We're leaning towards the future that hasn't quite yet appeared yet. So it's requiring us to open up our curiosity, our compassion, and our courage, our mind and our heart and our will to act. And I'll touch on that a little bit more. But as I said earlier, the work that I'm involved with is a systems thinking approach. And here's the classic systems thinking iceberg, which acknowledges that what we see is just 10% of what's really going on, and that the real causal drivers sit in the 90% under the waterline. And our work seeks to understand what's shaping current reality from the perspective of the structures. So what kinds of regulations, of procedures, of policies, of systems we're working with that are giving us the results we're getting, and whether we want those or not. So where should we bring about changes? But those structures themselves are a product of the thinking that is prevalent. So the mental models, the beliefs, the assumptions, and so on. And that's usually more or less where systems thinking iceberg models stop. And our work brings in another dimension, which is really we're investigating what are the even deeper drivers than that. So what are the kind of sources of our inspiration, our will to do something different, our will to bring about change, and even our identity, who we are in this system? And just to say that the field of understanding social systems has evolved over the decades. The father of social psychology is considered to be Kurt Lewin. And one of the things he said, you have to go to and perturb the system or do something in the system in order to understand how it's going to respond. But that's evolved to also say, well, if you're going to change the system, you actually have to change the consciousness of those who enact that system or reenact the patterns of the system on a daily basis. But if you want to change the consciousness, you actually have to help the system to start to see itself as a system and sense itself. And I'll come back to that in a minute as well. But then interestingly, what's happening now, and I think for all of us, and I think COVID has absolutely speeded this up, is this fourth element, which is in order to do this, in order to change the consciousness, in order to see ourselves as a whole, we have to recognize we're essentially inseparable. We are interconnected. And Gandhi already had said, you know, be the change you want to see, be the system. So I want to just bring you an example of this. I was doing some work a few years ago in Namibia in a transformation initiative in public health. It was initiated from the Ministry of Health, but it involved multiple stakeholders, and it was essentially focused on maternal health and particularly bringing down the unnecessarily high mortality rates of mothers and babies. And we went through a process with multiple stakeholders engaged over a period of time. And there were two particular moments when this number four or the sources level was very vivid in its activation as I perceived it. The one was, it was a sort of an evolution from sort of saying they're the problem. So the problem, the issues, it all sits out there with them, whoever they are, and a kind of an evolution to actually, this is my problem. I and we need to do something about it, until this other more sort of subtle one, which is really, I am the system. And this phrase was spoken
during the process by one of the most junior nurses who had been angry and frustrated. She was a voiceless person in the system, essentially a victim of the prevailing forces. And at a certain point through some processes we did, she stood up and she said, "I've been angry, but I realize I am the system and that I had a calling to become a nurse, and that's what I need to be true to." So that was one. The other remarkable comment that was made that stood us all stopped in our tracks was from one of the senior directors in the ministry. We were having a dialogue, and at a certain point he said, "I have been thinking. We are responsible for the public health system, but how many of us here in this room as directors in the system would actually send our wives and our sisters to have their babies in the public health system?" Not a person raised their hands, and a pin could drop. And that actually was a shifting point. So that's an example of this activating a deeper will to act and a sort of deeper source driver that links more to purpose and to self. Who am I in the system? But in a way, you could say that all of this was prior to that, sitting in the blind spot. And in our work and in our professions, and I'm talking to all of us, audience included, where does our attention sit most of the time? For most of us in our training, we're very trained on producing results. We're programmed to this. You know, what are the outcomes? What are the impacts? And that's right. It's absolutely right, but it's not enough. What we've seen over time, and look, if you look how management theory has evolved over time, we've started to look at, okay, well, how are we getting those results and how do we get those results? So we add that to the training and development. But most of our professional development has overlooked this third element here. I'll call it source, but it's really who is driving this? Who's flying the plane, you could say? Is it on automatic or is it conscious? And for the most part, this is the blind spot of leadership, which is kind of the inner place that we're operating from. And I'll go there a little bit more. But interestingly, the growth of mindfulness programs in, you know, MBAs, in all sorts of educational and corporate spaces is an indicator of an opening of awareness that this dimension is critically important. When developing the work that I mentioned that I'm part of quite some decades ago, there was a series of interviews done with 150 thought leaders and innovators to understand what is the process and what are the conditions required for profound innovation and change in systems. And one person interviewed was a man called Bill O'Brien, who was then the CEO of Hanover Insurance. And he said, the success of an intervention depends on the interior condition of the intervener or the interveners. And I think that's alluding to this sort of source or blind spot element that we need to be cultivating an interiority whilst we're dealing with external issues and crises. And you could say that instead of only looking out there into the system through our telescope or looking to the stars, we also have to turn the beam of observation back onto ourselves and ask ourselves, how do we reenact patterns in the system that give us results that none of us really want? So in my work of addressing the blind spot in systems, in leadership, and so on, there are kind of three things that I focus on. So the one is shifting the inner place that we're operating from. The other one is shifting the focus of attention so that we're including more than our own just limited part of the system, but the whole system, so that we can be responding from a sense of connection, of interconnectedness, not just to the past, but to the emerging future potential.
So how do we do that? Well, first we have to understand what is the prevailing consciousness in the system and where is the attention? And I want to put forward this this thought to you, that we're looking at a shift from what we could call ego system, that's about me and mine and our interests, towards ecosystem, awareness and action, because where your attention goes is also where the action can follow. And I want to offer to you a simplification or a summary of this into four possibilities. So the first level is where we function inside our bubbles. So I'm going to call that level one. It's habitual. We're basically stuck inside the algorithm-fed reality of our own spaces. It applies to the level of the individual or the community or the organization or even the country. So let's stay in the safe zone and our walls are nice and safe. In the evolution or the expansion or the broadening of consciousness, there is a level two, which I'll call ecosystem, where we recognize there are others, there is diversity, there are different people doing different things, but we're not quite stepping right outside of our little sphere. But the level three one gets a bit more porous, if you like. The rigidity of the walls of our bubble or our zone soften a bit so that we can step outside in order to actually not just recognize there are other people doing things that are also interesting, but begin to establish relationship, network, and engage around common issues to different stakeholders. We could stop there and say, you know, that's good enough. We're now multi-stakeholder engaged. But actually what we're working with in this field of action research is a fourth level, which is a little bit harder to pinpoint and certainly harder to put into a little diagram or an icon. But it's a dimension of awareness that we are calling ecosystem, where the attention is not just focused on me and mine and ours and our particular interests, but actually what is in the interests of the well-being of the whole ecosystem, what is regenerative, and to use the word that's already been used so much today, what is co-creative? How do we act in the interests of the whole? And I just want to pause on this level four for a minute, because one of the most inspiring examples of awareness and action in this regard is actually from Amsterdam, as I see it right now. So Amsterdam having become the first city to adopt the donut economic strategy, which is looking at how to stay economically within the boundaries of a finite planet, in the interests of well-being for all people and planet. So I find that a beautiful example. Martin Buber said in something that I found terribly evocative, which is, what is the future that stands in need of you to bring it into form or bring it into being? And we could ask ourselves that question. What are our children, our children's children, and the next generations looking to us for, because it will be their present, this future that we're relating to. So really, you know, I talked about this lean toward or this opening process earlier as a third option of response to change. If we could look at this, how we become more porous, how we become more engaged, more engaging, more cooperative, more collaborative and more creative together. It's a process where we're able to open our minds, our hearts and our will so that we can shift from denial and ignorance through the opening of the mind, which comes about by curiosity. We can shift the blaming of others and the greed of amassing things for ourselves
through the opening of the heart and the intelligence of the heart, through activating our compassion, and we can shift our ability to act from fear to courage. And if we remember these three C's as the kind of catchwords, I would guarantee we're embodying and being able to recognize the process of leaning towards the emerging future rather than shutting off in fear of the change. But actually, we don't do that all the time. We recognize we're very human and there are resistances that come up in all of us. And we could sort of identify them in three little voices. The one that shuts our open mind right down is the voice of judgment that says, no, I don't agree with this. I don't like it. I'm not interested to find out more. My data is more important than your data. So the opening process is about suspending that voice for a few minutes so we can lean towards our curiosity. The voice of cynicism, I'm suggesting, is what shuts our open heart down, where we don't really believe things can change. We don't really want to change. We don't really even want to engage with the reality as experienced by so many millions of people who may be on the edges of the system. And then the voice of fear is that which shuts down our interest to step into uncertainty, the uncertainty that disruption and change brings, and to stand on unstable ground for a while because we're bolstered by our courage. So those are a few thoughts from me, but let's get a little personal now and looking at it from the first person perspective. So you and me, what are we talking about here? We're actually talking about the focus of our attention, as you mentioned earlier, and the locus or point of origin of our attention. And when we're talking first person, we could really say that's the quality of our listening. Where are we listening from? And what are we listening for or to? So we're softening our own rigid barriers. And it's a requirement even now in a Congress such as this. It isn't just as we deal with our loved ones or our close ones, but so that we can broaden and deepen our awareness and consequently create more quality actions. So enough from me just for the moment. I warned you that there would be a little breakout, and this is the instruction. I believe at the bottom right of your screen, you have a button that will, in a few minutes, don't go yet, that will allow you to step into a breakout space and find a partner there. You have 7 minutes for the whole exercise. The first 30 seconds, you just simply say your name and organization if you're with someone you never met before, and the other person has 30 seconds to do that. You decide who's going to go first. The first person has 3 whole minutes to speak aloud, to think aloud, whilst the second person, person B, just listens with the finest quality attention you can possibly give that person, suspending all those little voices. And then you watch the time and switch over for the final 3 minutes before we come back into the plenary. What are you thinking about, thinking aloud about? 2 possible questions. Of those levels that I just presented you from ego system to ecosystem, at which levels of attention do you think this system is mostly operating? And by this system, I really mean the sort of broader ecosystem of regi op registers, right? And the second question, if you can get to it in your time, is where do you see or sense fresh sparks of possibility? You could say the emerging future. So simply offer each other the gift of generous listening when it's your turn to listen, and notice what it takes to listen to someone for 3 minutes. So if you could do that now, if for any reason you find yourself in a room with nobody else there, come back to the plenary, click the button again, and you'll be matched with someone else. Thank you. And
come back in 7 minutes' time. Please manage your own time to switch at the halfway point. Hello, I trust that everyone is back or coming back into the room. And hope that you manage to have at least a few minutes to both think aloud and also to listen. And what I would like to ask you is if you would write some reflections in the chat. The first reflection, there are two. The first is, what did you notice about listening or being listened to? So just a little reflection on the listening aspect of these last 7 minutes. What was difficult? What was easy? What was a joy? What was challenging? So if you could write that in the chat, and I'm going to ask Anka to read aloud a few as they come up, just so that we can all hear them together. Anka, feel free to read them out in plenary if you're able to. Maybe I'll add the second reflection. I said there were two. The second reflection is, what caught your own attention about what was actually said? So any new insight, fresh perspective, way of looking at it that was said in response to either or both of the two questions. So if you could just pop into the chat so that we can get a taste and a flavor of what went on in your breakout, but just one fresh new insight, surprise, or perspective. So technically, it's a little bit complicated for everybody to be engaging at the same time and hear each other. So just in response to a couple of the comments, the challenge to let your own thoughts open up in such a space that it's hard to listen at the same time thinking of a response. We're moving into the territory of what's called generative dialogue, which is really the next level where we've been talking about these levels of listening, if you like. And now we're talking about how do we go into conversations such that we're actually able to both bring whatever it is we see or feel and really deeply listen to not just what the other person or persons have to say, but what is the future trying to tell us here that we should be brought into form. So it sounds simple, but it's actually quite an art
and quite a self-aware development. So comment, everybody seems ecosystem aware, but still we're in reality working between levels one and two. It's so helpful just to, you know, whether it's even a temporary assessment of the system to say, you know, where are we operating? Are we already really working in stakeholder mutual engagement, or are we still defending our own particular way of doing things, our own particular piece of this pie? And what would it take to open up? What would we have to let go in order to gain something that's actually far more, perhaps, than we could do on our own? So there's a comment that we had very different associations with the assignment and the information that was shared. And this was interesting, as it showed how we both came from a different starting point. So absolutely. For me, human communication is a miracle. Because I think more often than not, what we hear is not actually what's being spoken, because it's layered already with our own meaning making and our own assumptions put onto it. So the importance to really slow down, to roll back, to connect to what really is happening is our starting point for beginning to work together as an ecosystem in service of whatever it is. So I just want to touch onto one more thing, the role of the COVID pandemic in moving us from an ego to an ecosystem awareness, absolutely. And the interesting thing is how global that is. So it isn't just, for example, in Holland or in the Netherlands that, you know, now there's a different, it's the entire planet. And can we optimize this, and can we work with the realizations and the insights that are coming through before quickly shutting down and running back to some kind of old normal. So I'll perhaps touch on one more comment, because we're coming to the end of my time with you, but this ultimate attention involves becoming both the other's beginning and end, and this takes a lot of courage. So just to say that we're living in a world that requires ourselves to be resilient, courageous, compassionate. I want to leave you with a couple of thoughts to ponder. The one is, when you look at what is the deeper intention that you are in service of, are you able to connect with your own ability to say, I am the system, or that I will be happy with the outcome of this initiative, this endeavor, that my loved ones, my mother, my children, whoever needs care at the right time with the right medications at the right cost is going to get it because of the part that I played. Another thought to leave you with is, how might you hold this most strongly in your attention consistently as you move along the process, individually and collectively? What are we in service of, and how may we bring that into being? And finally, what small shifts of attention, of attitude, of behavior, of opening, whatever it is, might help you individually and plural to further activate these sparks of possibility, this latent potential that sits in this grouping of extraordinary human beings with skills, experience, and talents. So thank you for being with me for those few minutes. I've appreciated it so much, and I do hope that the continuation of today is fruitful and valuable to you all. Thank you.
Dankjewel, Marion, voor deze inspirerende inkijk in hoe je op een andere manier om kunt gaan met veel voorkomende uitdagingen. Het leuke is wat er bij mij opkwam toen ik zat te kijken was dat veel van de deelnemers aan dit congres, die komen uit de wetenschappelijke wereld. Die zijn getraind om zich vooral te focussen op problemen die buiten ze liggen. Maar als je dus de uitdagingen wilt aangaan van hoe ga je om met samenwerkingen en hoe creëer je daar vernieuwende momenten in, dan moet je je eigen binnenwereld gaan verkennen. En toegepast, en dat vond ik een van de leukste toepassingen, was inderdaad dat moment waarop je zei van hoe luister je? Luister ik naar datgene wat ik vrees te horen en ga ik dat alvast in mijn hoofd zitten pareren? Of ga ik luisteren van wat krijg ik nu straks te horen? En hoe helpt mij dat verder om op een andere manier tegen de materie aan te kijken? Ik denk dat het voor veel mensen nog een heel veel vernieuwende inzichten kan opleveren als ze dat gaan toepassen op hun eigen werk en hun eigen uitdagingen. Heel erg bedankt voor datgene wat je ons gebracht hebt. En voor de deelnemers thuis, opnieuw even de vraag van zorg ervoor dat je ook een aantal van de dingen die je zelf wil teruggeven hier aan deze zaal, dat je die eventjes toch nog opschrijft. Ik heb gehoord dat er nog steeds mensen zijn die problemen hebben met de Q&A-knop als zodanig. Die Q&A-knop die zit eigenlijk niet op een plekje waar staat een icoontje met Q&A. Er staat een icoontje met een staafdiagrammetje. En als je dat staafdiagrammetje aanklikt, dan kom je bij het menutje Polls en Q&A. En dan kun je intikken. Er zijn ook mensen die zeggen van ja, maar als ik dat één keer ingetikt heb en verzonden heb, zie ik het niet terug. Dat klopt, als je het verzonden hebt, is het weg. Maar het is wel aangekomen hier. Dus wees er zeker van dat alles wat je ook inbrengt, ook daadwerkelijk aankomt en wordt opgeslagen. Zijn we nu intussen zover dat we dat jullie de tijd hebben om eventjes een kop koffie te drinken, een beetje te rekken en te strekken. Misschien af te maken wat je mee bezig was om op te schrijven. Wij gaan alles klaarzetten voor de paneldiscussie van straks. En we zien jullie allemaal een 11:45 weer terug. Dankjewel. Welkom terug allemaal. Intussen is er een aantal mensen bij ons aangeschoven aan onze ProDent stamtafel. En voordat wij aan de paneldiscussie gaan beginnen, wil ik ze graag allemaal even één voor één aan u voorstellen. Aan mijn linkerhand zit Mirjam Koopman, sinds 2017 hoogleraar tumoroncologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Datzelfde jaar ook meteen trouwens promotor van het jaar geworden. En ze is betrokken bij vrijwel alles wat er met oncologie en voornamelijk dikke darmkanker te maken heeft. Dus ze is voorzitter van de Dutch Colorectal Cancer Group. Ze is heel erg betrokken bij het prospectief landelijk cohort CRC. En ze ontleent eigenlijk haar inspiratie toch ook vooral uit de vragen van patiënten. Dat stimuleert haar om telkens weer opnieuw naar nieuwe oplossingen te zoeken, omdat ze die patiënten er zelf meemaakt en hun vragen en angsten ook voelt. Het kost allemaal waanzinnig veel tijd. En wat ik altijd heel leuk vind aan Mirjam is dat zij dus altijd, ondanks al die werkdruk, opgewekt en constructief blijft. En dat gaan we hopelijk ook vandaag meemaken. Hiernaast zit Rob Dilman. Rob Dilman is bestuursvoorzitter van de Isale Ziekenhuizen. Hij is zorgbestuurder van het jaar 2012 geweest, als ik het goed onthoud. Hij heeft verder ook al talloze nevenfuncties. En ik wil graag eventjes eruit lichten dat een van die nevenfuncties is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. En als zodanig is hij eigenlijk altijd wel te vinden in de lijstjes met de meest invloedrijke beslissers in de zorg. En is ook nooit verlegen om een prikkelende mening. Een paar maanden geleden nog in het NRC, een interview van ja, wat gaan we nou doen? Gaan we nou differentieel handelen met de mensen onder de 60 en boven de 60 als we ze vrijheden gaan teruggeven in het kader van het eind van de coronacrisis? Fijn dat je er bent. Dank je wel. Daarnaast zit Nadine T. Nadine T. heeft een achtergrond in de social sciences. En ze heeft een aantal jaren gefunctioneerd als bestuurscoördinator en beleidscoördinator bij een aantal dingen. En intussen is ze beleidscoördinator zorg bij VGZ. En als je beleidscoördinator zorg bent, dan ga je eigenlijk over alles, hè, want dat is het verzekeringswezen.
Ze is gewend om die verbinding tussen de menselijke en de bedrijfsinhoudelijke kant van het verzekeringswezen op een hele soepelesse en soepele manier te regelen. En dat komt misschien ook wel omdat ze in een vrije tijd tafeltennist en ook voorzitter is van de eigen tafeltennisclub. Daarnaast zit Wim de Haart. Wim de Haart is sinds 2019 werkzaam bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen als manager gezondheidseconomie en vergoedingsvraagstukken. En hij is bij uitstek geknipt om dit soort dingen te doen, want de 16 jaar daarvoor heeft hij eigenlijk allemaal doorgebracht bij het ministerie van VWS. En daar heeft hij vanuit die optiek met bijna al die dossiers al uitgebreid te maken gehad. En als je Wim zijn LinkedIn-profiel leest, dan krijg je ook te zien dat hij heel erg gericht is op het verbinden van mensen en het analyseren van problematiek en op basis daarvan een weg voorwaarts te vinden. En wat ik ook aardig vond was, hij zei van, ik heb een hele tijd doorgebracht bij de sturende rol van de overheid. En ik vind het ontzettend leuk om ook eens bezig te zijn met de beïnvloedende rol vanuit een koepelorganisatie. Nou, daar gaan we nog meer van horen. En last but not least, Han van Krieken, hoogleraar tumorpathologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Maar ook rector magnificus van zijn eigen universiteit. Dat is altijd heel prettig. En heeft in allerlei landen van de wereld op allerlei plekken gewerkt. En hoe die het voor elkaar krijgt, weet ik niet. Maar tussen al die drukke werkzaamheden is er af en toe nog tijd over om aan hobby's te doen, zoals koken. En dat komt natuurlijk goed van pas als je deelneemt aan een congres dat gaat over kookcreatie. Wat wel leuk is trouwens, als je student bent en je zit in de coronatijd met kerst ongeveer alleen en je weet niet waar je moet eten, dan is er een kleine kans dat je bij Han op de kerstdis uitgenodigd wordt. Ja. Nou, dit is het gezelschap waarmee wij het komende uur gaan doorbrengen. Om te beginnen zou ik graag even van jullie wat feedback willen hebben over wat jullie nou zojuist te horen hebben gekregen van Marion Goodman. Want ze heeft dus een heel verhaal gehouden over hoe je kunt kijken naar de processen waar je in zit. Zeker als het gaat over processen met heel veel stakeholders. Want dan is de vraag toch eigenlijk altijd van, hoe zit ik er zelf in? En hoe kan ik er nou voor zorgen dat datgene wat ik te horen krijg, dat ik dat niet opvat als van, hoe ga ik dat nou pareren? Maar hoe kan ik dat verwerken in mijn eigen aanpak en in mijn eigen rol die ik te spelen heb in dat hele krachtenveld? Hebben jullie daar iets van meegenomen waar je dacht van, dat ga ik gebruiken? Wie? Nou, om je de waarheid te zeggen, heb ik haar verhaal niet gehoord. Dus ik kom net binnen. Dus ik vind het ook moeilijk om daarop te reageren. Oké. Okay. Nou, het klinkt alsof we iets gemist hebben in ieder geval. Ja, zeker. Zeker. Ja. Maar bij degene die het wel gehoord hebben, misschien een reflectie? Ja, Martin, ik denk dat het een hele passende spreker was bij het project. Ik denk dat het heel erg past bij het project. Het project is denk ik meer dan alleen regie op registers, maar het is ook bij elkaar brengen van alle partijen die daarbij betrokken zijn. En ik denk dat dat eigenlijk ook de essentie was van mevrouw Goodman. Betrek iedereen erbij en stap over je eigen schaduw en kijk wat de intenties zijn en niet oordeel niet eerst, maar luister eerst. En ik denk dat dat heel erg past bij het project zoals dat door het zorginstituut is ingezet. Ja. Ja, dat is ook die ik eruit pikte, dat luisteren. We hadden 2 jaar terug als thema van ons academisch jaar luisteren. En dat is ongelooflijk belangrijk. En heel veel mensen praten over feedback geven. En dan vraag ik altijd, maar volgens mij is de cursus feedback ontvangen veel belangrijker. En toch zijn die er maar heel weinig. Dus we hebben daar echt wat van te leren. Ja, 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 ja. Mooi. Want het leuke is wel, en dat is dan misschien ook voor degene die de toespraak van Mary niet gehoord hebben. In het verhaal zegt ze eigenlijk, als je iets wilt doen aan het systeem dat je wilt veranderen. Het systeem bevalt me niet, er moet iets veranderen in het systeem. Is stap 1 altijd dat je realiseert dat je zelf onderdeel van het systeem bent. En als je je veranderingsproces inzet vanuit dat besef, dan kom je ook ergens. Maar het is natuurlijk toch wel een vraag die lastig is. Want hoe kun je nou voor jezelf je realiseren van, hé, ben ik het systeem? Hoe zit ik erin? Ik weet niet of iemand ooit meegemaakt heeft dat hij op een gegeven moment dacht van, verrek, ik klaag wel over de omgeving, maar ik kan hem veranderen. Ja, dat is natuurlijk wel een heel mooi vertrekpunt. Ja, ik zeg altijd maar zo, de status quo is nooit een alternatief. Ja. En de tweede is, ja, wat mensen gemaakt hebben, kunnen ze ook veranderen. En heel veel van de dingen waar we nu mee te maken hebben, die hebben we ook zelf in elkaar gestoken.
Maar meer in wat de algemene zin is mij opgevallen de afgelopen jaren, dat met name als het gaat om de instrumenten die wij gebruiken om de kwaliteit van de medisch specialistische zorg te verbeteren, te evalueren, te verbeteren, dat landschap de afgelopen jaren zo versnipperd is geraakt. Met ook, zowel als het gaat om de instrumenten, maar ook om de actoren die daarin zitten. En dat daar vaak ook eigenlijk het individuele belang toch meer prevaleert dan goed is voor het functioneren van het hele systeem. Nou, en daarom zijn we ook met, met de Federatie Medisch Specialisten, de NFU, de NVZ en het Zorginstituut is op pad gegaan om die analyses uit te werken. En eens te kijken of je daar de komende periode, ook een mooie opmaat voor een nieuw kabinet, denk ik, en een nieuwe minister, of je dat beter zou kunnen laten functioneren. Dus ik vind het kwaliteitssysteem medisch specialistische zorg, als ik het zo in algemene zin mag aanduiden, eigenlijk buitengewoon verbrokkeld en minder effectief dan het zou kunnen zijn. En met meer strijd op inhoud en techniek dan eigenlijk zinnig is. En dat is denk ik ook relevant voor het thema van vanochtend of vanmiddag. Dat als je nieuwe elementen introduceert, dat je dat dan ook wel zodanig moet doen dat die samenhang wordt bevorderd en dat het functioneren van beter gaat. Ja, dus dat moet je eigenlijk altijd doen natuurlijk. En die integratie is natuurlijk de grootste uitdaging die ons te achter staat. Ja. Goed, zullen wij doorgaan met de stellingen waar we over het debat over kunnen voeren. Want dan komen waarschijnlijk een aantal van de aspecten die we in deze ochtend hebben meegemaakt waarschijnlijk vanzelf terug. Mag ik stelling 1 op het scherm? En die luidt als volgt. Gaat u de regie van het zorginstituut accepteren, ook als die niet helemaal spoort met uw eigen belangen? En dat is natuurlijk mooi om te zien dat we de samenstelling van deze tafel gekozen hebben op basis van de grote diversiteit aan belangen die er in dit hele verhaal speelt. Ik zou het ook wel leuk vinden als jullie allemaal even willen reageren op de vraag van welke belangen zijn er van zo belangrijk dat als er regie wordt gevoerd, dat ik dan wel zeg, ja, hou even, nu wil ik wel even een markeringspunt neerzetten. Want nou wordt het voor mij ook wel beginnen te raken aan essentiële belangen van mijzelf. Overigens één ding voor we verder gaan. In de chat die we met elkaar bijhouden, is ook nog een belangrijke vraag binnengekomen. En dat is van, hey, wij missen eigenlijk aan tafel de concrete inbreng van degene om wie het allemaal begonnen is. Precies. De patiënten. Ja. Dat kunnen we op dit moment even niet goed maken. Maar het is misschien wel goed dat we ons realiseren dat we af en toe dus een punt moeten maken van, hey, dit moeten we eigenlijk nog eens een keer op een andere manier concreter uitvragen bij degene wie het eigenlijk betreft. Zullen we dat zo even afspreken? Goed. Nou, dat was meteen mijn eerste. Het is voor mij heel lang geleden bij een conferentie zijn waar de patiënt niet aan tafel zit. Dat komt op het Radboud UMC gewoon niet voor. En dat vond ik bij deze stelling, want ik hang dan op belangen, maar er is eigenlijk maar één belang. Ja. En dat is net geschetst. En elke keer daarna teruggaan in samenwerking, in met elkaar delen, overkomt veel barrières. Dus er zou eigenlijk geen ander belang moeten zijn. En dat durven uit te spreken, dat vinden bestuurders, en dat ben ik zelf, best lastig. Ja, en wanneer ontstaat nou het moment dat je denkt van, nou kom ik aan de grens van die generositeit, want je hebt natuurlijk ook nog andere rollen die je speelt. Nou, wat voor mij echt een belangrijk inzicht, wat ik sprak met de CEO van Toyota een paar jaar terug. En die zei, we zijn gestopt met het hebben van patenten. Dat is echt niet meer van deze tijd. Want wij willen samen verder komen. En uiteindelijk heb ik dan mijn eigen belang ook. En ik denk dat dat hier ook is. Het belang van mijn universiteit is helemaal niet om groter te worden. Van mijn ziekenhuis is helemaal niet om groter te worden. Het belang is echt om goede zorg te leveren, om goed onderwijs te geven. En als je daar telkens naar teruggaat en ook bij jezelf denkt, is dit wat ik zelf zou willen als ik student of patiënt was? Dan ga je toch anders kijken. Ja, wij zijn de enige universiteit die wil krimpen. Dat is echt een bewuste keus. Ja. Radboud UMC heeft ook echt gekozen om klein te worden en niet groot. Want ik denk dat daar naartoe moet. En dus het eist wel, en dat komt ook omdat patiënten en studenten dat zeggen. Nou, dat is volgens mij het belangrijkste woord uit die stelling, is nadenken over wie is zijn belang is het eigenlijk. En is je eigen belang wel het juiste belang wat je nastreeft? Ja. Ja, ik wil daar heel graag op aanhaken. Je begon net al mooi, Martin. De hele reden waarom ik überhaupt ben gestart met het hele darmkankerregister is omdat ik dagelijks met mijn patiënten het gesprek heb.
die willen weten van mij, welke behandeling is nou voor mij de beste met zo min mogelijk bijwerkingen, met de beste kwaliteit van leven en ook de beste kansen op zo lang mogelijk leven. En iedere keer weer moet ik gemiddeldes aangeven en heb ik niet een persoonlijk advies. En dat zou wel moeten kunnen, want wat gebeurt er? We hebben onze grote studies, die worden gedaan in de fitte, vaak jongere patiënten. Die resultaten die zijn beter dan wat we deden, die komen in de richtlijnen. En vervolgens gaan we in de praktijk al onze patiënten zo behandelen. En daar zitten ook de oudere, de niet-fitte patiënten bij. En wie zegt mij dat die behandeling hetzelfde effect heeft op die groep die helemaal niet in die studies zaten? En hoeveel mensen zitten er nou in die studies? Dat is ongeveer 5%. En daar baseren wij onze hele richtlijnstelsel op. Als je erover nadenkt, is dat eigenlijk echt krankzinnig. Dus dat maakte de behoefte om te leren van iedere patiënt en om die data te gebruiken om het voor de volgende weer beter te maken. Dus die patiënt was voor mij leidend om überhaupt dit te doen. Dus het belang deel ik volledig, dat staat voorop. En hoe kunnen we nou met z'n allen die data zodanig beschikbaar stellen dat je al die antwoorden kan geven? Zodat uiteindelijk iedere patiënt echt dat behandeladvies op maat kan krijgen. Ja. Dat is nou prachtig, prachtig samengevat. Sorry. Waar ik nou nieuwsgierig naar ben. Er zijn vanochtend 4 case studies gepresenteerd die van start gaan. Eén van die case studies, daar is jouw naam eigenlijk het meest aan verbonden. Wat verwacht je daar nou van op de korte en de middellange termijn? Veel. Ik vind het echt heel mooi dat we nu samen gaan werken met het Zorginstituut. Want nou, wat net al geschetst is, iedereen heeft zijn eigen belang. En vaak werd overkoepelend nagedacht, hoe gaan we nou dat registerlandschap inrichten, zonder echt de praktijk erbij te betrekken. En ook aan de andere kant, in de praktijk gebeurde er van alles, zonder na te denken, hoe kunnen we dat overkoepelend regelen. Nu komen we voor het eerst bij elkaar, dus ik merk ook in onze werkgroep, spannend, uitdagend, want iedereen zit daar toch met zijn eigen perspectief. Ik leer daar ongelooflijk veel van, om te kijken hoe we nou vanuit die verschillende stakeholders, hè, want als ik kijk naar ons darmkankercohort, dan zijn patiënten staan bovenaan, maar ook de zorgverleners hebben daar een rol. Ziekenhuisbestuurders hebben een rol, want die moeten het hele systeem inrichten dat je gaat leren van de data die er zijn. Verzekeraars, farmaceuten, overheid, maar ook mensen die subsidies geven. Hoe ga je nou met z'n allen de data die straks beschikbaar komen analyseren en daar conclusies uittrekken waar iedereen zich in vindt? Ja. Ja, dat kan alleen als je van tevoren al bij het begin gezamenlijk hiermee bezig bent. En dat vind ik het mooie aan wat er nu in de regie op registers gebeurt. Dat al die stakeholders aan tafel zitten. En als we er nou voor zorgen dat iedereen ook maar meedenken over welke resultaten er komen. Wat gaan we verzamelen? Hoe zien die antwoorden eruit? Ja, met dat draagvlak ben ik er echt van overtuigd dat we uiteindelijk die vraag voor die patiënt beantwoord krijgen. Ja. Dat we daarmee iedereen de juiste behandeling zouden kunnen aanbieden. Ja, ja mooi. Het schiet me opeens te binnen dat eigenlijk die focus op de patiënt op door alle geledingen van dit veld heen gaat. Hè? Want ik sla even aan op de opmerking die Han net maakte over het afzien van patenten door Toyota. Er schiet me opeens een oude uitspraak te binnen van George Merck. En George Merck zei ooit, take care of the patients first and then the profits will take care of themselves. En ik dacht van, goh, hoe zit de farmaceutische industrie daar vandaag de dag in? Zitten zij nou een beetje ook richting die Toyota-lijn of gaat het toch nog een beetje hetzelfde als ooit? Nou, of ze richting die Toyota-lijn zijn, dat vind ik wat misschien wat ver gaan. Maar ik denk dat het belang van de sector hetzelfde is als we hier aan tafel zitten. Ik denk dat eigenlijk iedereen die ik spreek in de sector, die werkt voor de patiënt. Die wil gewoon het beste voor de patiënt, wil de beste middelen maken. Met medical need stond nog best veel focus op. Dus ik denk dat die, als het gaat om belangen, dat die belangen echt wel parallel lopen. En uiteraard hebben we andere achtergrond en hebben we andere doelen. Maar ik denk dat de patiënt voorop staat, ook bij de farmaceutische sector. En dat er continu geleerd, dat ze ook continu willen leren om de beste middelen, de beste behandelingen te introduceren. En ik denk dat we zien ook koplopers van een nieuwe generatie geneesmiddelen, wat bijna geen geneesmiddelen zijn in de ouderwetse zin van het woord. We gaan richting behandelingen en dat is ook voor de sector spannend. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om te realiseren. Gentherapieën, CAR-T en dergelijke, dat zijn geen pilletjes meer in een doosje. Dus we moeten echt naar een nieuw systeem en vooruitkijken. En dat geldt voor de sector, maar dat geldt voor de hele zorg die gebruik maakt van die innovaties. Ja. Ja.
En daar wil ik graag op ingrijpen, want ik herken wat er gezegd wordt. Ik ben blij met alle goede voorbeelden die hier ingebracht worden. Alleen wat je wel heel erg merkt, en daar zoek ik de samenhang naar, is waar zit de innovatieve kracht vanuit Coalition of the Willing en hoe gaan we dat bij elkaar brengen? En dat is het grote vraagstuk voor mij en ik denk ook voor verzekeraars. Hoe verhoudt die regie zich tot eigenlijk de versnelling die je op vanuit de operationele activiteiten wil opzetten? Ik weet niet wie daar een antwoord op kan geven, maar dat is wel een vraag die ik heb. Nou, ik kan er wel een stukje op antwoorden, denk ik. Als je ziet naar, als je inderdaad die registers hebt en je hebt die data, dan fungeren die eigenlijk als de controlegroepen voor alle innovatieve dingen die je in de toekomst gaat doen. We krijgen steeds meer kleine subgroepen. Ja, dus 1 of 5% van de patiënten met een bepaalde aandoening die voor een nieuwe behandeling in aanmerking komt. Het is ondoenlijk om daar alleen maar grote gerandomiseerde studies voor op te zetten. Als je dan die groep al hebt in je cohort met die eigenschap en je hebt verzameld hoe ze het deden met de oude behandeling, kan je heel makkelijk die nieuwe behandeling erin zetten en die oude data gebruiken als controle ernaast, waardoor je dus echt versneld die innovatie toetst. Of het brengt wat het hoort te brengen, waardoor je ook sneller je pakketbeheer en alle andere aanpassingen kan doen die daarvoor nodig zijn. Dat snap ik heel goed vanuit de techniek. En dan zitten we hier met elkaar over de belangen te praten. En waarvoor is dan de regie nodig als dit al gebeurt? Dus ik ben het erover eens dat we met elkaar in gesprek moeten blijven en dat gezamenlijke belang voor ogen moeten houden. Het individuele belang is daar heel groot in voor de patiënt. Maar ook als maatschappij hebben wij hier een functie mee. En dat viel mij op ook in de stelling. Er zitten belangen in voor de patiënt, maar ook voor de maatschappij. En daarvan vraag ik me af of ze al tijd stroken in dit project. Want hoe houden we de zorg toegankelijk ook voor de nieuwe geneesmiddelen? Voor iedereen. En welke versnelling moeten we dan aanbrengen met elkaar om het ook betaalbaar te houden voor iedereen? En dan heb je echt die coalition of the winning nodig om klein te starten. En hoe zorgen we dat het geen one size fits all oplossing wordt, omdat er regie van bovenaf gevoerd wordt? Daar ben ik naar op zoek. Nou, ja. Ik wil je wel graag bijvallen. Dat is ook wel urgent. Hè? Want voor dit jaar hebben wij als ziekenhuizen samen met de verzekeraars hadden wij nog 0,3% groeiruimte. Nou, dat wordt 0,3% krimp met z'n allen, omdat de dure geneesmiddelen steeds groter onderdeel van onze zorguitgaven in beslag nemen. En dat gaat alsmaar door. Dus je zit nu in een periode dat de uitgaven aan dure geneesmiddelen andere zorg gaan verdringen. Dus dat daar een systeem ontstaat, zoals jij dat schetst, ik vind het heel mooi geschetst, hè, waarbij je zegt, nou, we gaan die zorgevaluatie doen. We gaan ook de evaluatie niet alleen van de specifieke onderzoeksgroepen, maar ook in de real-life situaties gaan we daarbij betrekken. Ja, dat levert natuurlijk heel veel stuurinformatie op in het ziekenhuis. Hè. Dat leidt bij ons dan tot dosisoptimalisatie of andere voorschrijfregimes. En ja, dat moet ergens aan het hele eind van aan het andere eind van het spectrum natuurlijk ook een keer leiden tot goede beslissingen over het pakket. Wanneer wel, wanneer niet? En hoe monitor je dat nou? En dus daar hebben we echt dringend behoefte aan dat dit systeem, veel systematischer dan nu het geval is, gaat functioneren. Want als we dat niet doen, ja, dan gaat het radboud nog veel meer krimpen. Hè? Meer dan je eigenlijk wil, want maar je gaat wel veel meer aan dure geneesmiddelen uitgeven. Nou, dat kan toch de bedoeling niet meer zijn. En laten we zeggen, een hypothetisch geval. Hè? De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft ook zijn eigen dataverzamelingssysteem. Zeker. Dutch Hospital Data. Ja. Nou, stel dat er op een gegeven moment een belangenconflict ontstaat tussen de Dutch Hospital Data en het Dutch Colorectal Cancer Register. En het Zorginstituut steekt zijn vinger op en zegt van, heren, dames, ik heb er even over nagedacht, we gaan linksaf. En als dat linksaf toevallig niet in het voordeel is van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen, ga je dan zeggen van, nou, dat is dan goed, want het is tenslotte de regisseur, of wordt het dan toch spannend? Nou, we hebben daar nu net afspraken over gemaakt. Er komt een governance commissie voor kwaliteitsregistraties in het bredere landschap voor de medisch specialistische zorg. Dus die commissie wordt nu geformeerd. Er komt ook een governance commissie voor de datastromen. Die commissie wordt nu ook geformeerd. Ja, als je dan als partijen daar ja tegen zegt, dan moet je er ook wel naar luisteren. Dus dat, ja, het antwoord is dus ja. En als het gaat om het functioneren van het systeem in toto. Ik refereerde daar in het begin al even aan. Op het moment dat je met elkaar afspreekt van, jongens, zo willen we dat doen hier in het land,
dan is het prima dat het zorginstituut bijvoorbeeld oplet dat het ook werkt zoals het bedoeld is. En dan heb je, dan ben je een soort van systeembeheerder als het ware, die zegt van nou zijn jullie daar toch iets aan doen, dat hadden we niet zo met elkaar afgesproken, hou daarmee op. Dat vind ik heel logisch. Ja. Het is trouwens ook wel grappig, er is in de chat of in de Q&A is er net ook een opmerking binnengekomen die misschien wel leuk is om even te herhalen hier. Daarin staat namelijk, het zorginstituut heeft wettelijk gezien doorzettingsmacht. Maar de vraag of men de regie van het zorginstituut wil accepteren is dus wat vreemd. Maar aan de andere kant, wij zijn als regisseur natuurlijk niet echt een echt harde acteur. Dus er zit natuurlijk een beetje ruimte in. Ben je nou een keiharde leider of ben je iemand die probeert om mensen met elkaar te verenigen en toch met elkaar de juiste kant op te laten kijken. Maar als er knopen doorgehakt moeten worden, dan moet er toch een keer iets gebeuren. En dan is het natuurlijk toch goed om dat inroepen van die doorzettingsmacht zo lang mogelijk uit te stellen, want dat is je laatste optie, hè? Maar uiteindelijk zou het eventueel kunnen. Maar ik denk dat een regie ook geaccepteerd wordt als die goed gevoerd wordt. Hm. Ja, dus dat is ook het andere antwoord op deze stelling. Ik denk dat mensen als een regie goed gevoerd wordt hem wel accepteren. En misschien in aanvulling op conflicten rondom data. Ook daar denk ik dat we over een paar jaar heel anders daarnaar kijken. Hm. Ja. In heel Europa zien we de open science beweging, open data beweging. Dat gaat gebeuren. Nederland loopt zelfs een tikje voorop. Data zijn ongelooflijk belangrijk. Maar wel worden ze toegankelijk voor iedereen. En we gaan ons realiseren dat als iedereen erbij kan, je ze veel beter kunt benutten. Ik kom zelf ook uit een tijd, daar ging ik zelf mijn eigen data verzamelen. En dan mochten mensen meedoen, mits ik op de paper mocht. Dat zien we nog steeds. Ik ben zo opgegroeid. Ik probeer mijn promovendi anders op te voeden. En volgens mij is dat bij Mirjam een beetje gelukt. Maar dat is echt de beweging die we met z'n allen moeten maken. Ja. En dan gaan we zien dat die data voor iedereen belangrijk en toegankelijk zijn. Dan krijgen we geen conflicten meer wie over de data gaat. Ja. Ja, en wat daar denk ik heel belangrijk voor is, hè, de regie is iets, maar de laag daaronder, hè, die gaat over de inhoud. Als je daar alle mensen meeneemt in wat daar gebeurt, ja, dan ben je ook bereid om die regie te accepteren. Ja. En dan steek je even de hand in eigen boezem, hè, want dan ging het in het begin over. Als er een verandering is, wat doe je dan zelf? Ja, ik vind mijn eigen beroepsgroep, wij mogen echt wel hand in eigen boezem steken en dingen anders gaan doen. Want als ik een patiënt goed wil adviseren, zal ik ook goed moeten vastleggen wat er gebeurt met iedere patiënt. Ja. Dus het betekent toch echt wel een stukje, niet meer registreren, want dat is niet de bedoeling, maar hetgene wat we registreren moet zodanig goed zijn dat we er ook van kunnen leren en het gebruiken om uiteindelijk besluiten op te nemen. Ja, dat is iets wat wij echt anders moeten doen dan dat we nu doen. En ik denk dat de tijd rijp is. Ja, ja, dat denk ik ook. Dankjewel. Ja, Martin. Even voor verder gaan. Je krijgt zo het woord. Ja. Maar ik moet even naar de deelnemers thuis even zeggen van, natuurlijk is het niet zo dat wij hier met z'n vijf of zes gezellig zitten te praten. Je kunt zelf ook dingen inbrengen. En schrijf die vooral op in de Q&A, want het wordt allemaal hier rechtstreeks naar dit iPadje doorgeleid. En een van die doorleidingen, voordat we naar Wim gaan, dat is de volgende. Dat is een opmerking van de VSOP. Daar staat namelijk in van iedereen wil altijd het beste voor de patiënt. Dat is een vrome tekst. Maar het is ook fijn als iedereen eerlijk is welke belangen van de eigen sector in het nadeel kunnen zijn van die van de patiënt. Het is misschien wel leuk als we daar met z'n allen even op reflecteren voordat we net bij Wim verder gaan. Want het is wel een dingetje af en toe. Natuurlijk, ooit komt er een keer, komen die belangen met elkaar in botsing. En wat doe je dan? Ja. Nou, zal ik met de parallel beginnen? Ik denk dat voor onze sector het van groot belang is dat de middelen die we ontwikkelen ook snel bij de patiënt komen. En dat er ook heel snel zekerheid is voor de patiënt en voor de behandelaren wat die middelen ook daadwerkelijk toevoegen aan de zorg. Dus in die zin zie ik een hele grote parallel. En zal ik niet ontkennen dat er natuurlijk voor ons ook een ander doel is. En dat is dat we voldoende middelen genereren om toekomstige innovaties weer te financieren. Maar ik zie dat al heel erg in een parallel zie ik dat. En in die zin streven we dus echt hetzelfde na. Ja. Nou, oké. Ja, en wat uiteraard van belang is, die discussie wordt al heel lang gevoerd van hoeveel zijn we nou bereid met z'n allen te betalen voor de zorg, hè? Hoeveel mag een behandeling kosten? Ja. Ik wil dat niet met iedere individuele patiënt in de polykamer moeten bespreken. Dus dat moet daarbuiten worden afgesproken en dan moeten wij ook ons met z'n allen daaraan houden en dan kan ik het ook uitleggen. En dat is wel degelijk waar dus soms de patiënt het gevoel krijgt, hier wordt mij tekort gedaan. Maar als we daar met z'n allen achter staan, dan is dat denk ik heel goed uit te leggen.
Maar wel je ziet dat extreem heel snel, relevant. Ja, maar je ziet dat heel snel ook hier aan tafel de discussie over de kosten gaat. Maar volgens mij is met deze registers kunnen we het ook over de opbrengst hebben. En dan kan je die afweging maken tussen opbrengst en kosten. En nu is het een specifieke discussie over kosten. Als je veel meer daarnaast kan zetten wat de waarde is van geneesmiddelen en wat de toegevoegde waarde is van geneesmiddelen en wat het opbrengt voor de patiënt en de behandelaar, dan heb je een veel evenwichtiger discussie en kan je ook betere beslissingen nemen, volgens mij. En dat is denk ik de toegevoegde waarde van registers. En nu is die heel erg gefocust op de kosten en te weinig op de uitkomst in die zin. Nou, ik herken dat helemaal niet, dat het gefocust is op de kosten. In dit gremium gaat het puur om de inhoud. Die is leidend. Ja. En we moeten met elkaar dat lerend vermogen stimuleren om met elkaar inzicht te vergroten om de juiste dingen te doen. En de kosten zijn een gevolg. Dat is ook de quote die Martin net weer gaf. En ik herken het dus niet. Hè. We proberen als VGZ juist ook de verbinding met de dokters te leggen en niet op hun stoel te gaan zitten en een veilig leervermogen te creëren of een leeromgeving te creëren waar je die versnelling met elkaar kunt gaan krijgen. En daar zijn de kostenafweging echt niet leidend in. En het is mooi meegenomen als het leidt tot zinnige zorg. Maar er moet eerst de juiste ding voor de juiste patiënt gedaan worden. Een heldere boodschap. En ik denk ook dat als je erover nadenkt, dat dat ook logisch is. Er zit een zekere logica achter om het zo te doen. En het is ook wel fijn, denk ik, dat we met elkaar ook durven uitspreken dat het niet primair een kostengedreven verhaal is. Het is ook heel erg een opbrengstgedreven verhaal. Over die opbrengst nog één vraag voordat we naar de volgende stelling gaan. Mirjam begon er net al even over. Er is hier een vraag uit de aanwezigen gekomen en die zeggen van ja, eigenlijk is het zo dat die gepersonaliseerde data, die al die registers gaan opleveren, die zijn belangrijk. Maar tot nu toe is het nog steeds zo dat je een patiënt gaat zeggen van als u voor die en die behandeling kiest, dan is er 30% kans dat het goed gaat of misschien 40% kans. Maar als we nou die registers gaan gebruiken, zijn we dan ook in staat om op een andere manier met de patiënt te communiceren dan in termen van percentages. Precies. Hoe zit dat? Ja. Dat is precies wat ik bedoelde in het begin. Dat is het uiteindelijke doel. Ja. Want dan kan ik ook tegen een patiënt zeggen, ik heb 7 verschillende mogelijkheden, maar voor u met uw leefomgeving, eigenschappen van de ziekte en uw wensen voor kwaliteit, is dit de keus met de beste kans op alles wat u nastreeft. Dat is wat je wil. En niet in die gemiddelde blijven praten zoals ik nu moet uitleggen. Ja eens? Dus het, ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. En ik denk dat die informatie, die wil je natuurlijk ook graag in de spreekkamer beschikbaar hebben om daar patiënten ook in de besluitvorming te kunnen betrekken. Ja. Dat leidt ook tot meer gepersonaliseerde diagnostiek. Hè, dus ook meer gepersonaliseerde behandelstrategieën. Maar nog even terug naar dat belang. Hè. Natuurlijk gaat het erom dat iedere euro die we uitgeven zoveel mogelijk patiëntwaarde creëert. En dat je vooral ook kijkt naar hoe die waarde dan tot stand komt, hoe ze opgebouwd is en hoe je dat kunt individualiseren. Maar we moeten daar ook niet naïef in zijn. Mijn ziekenhuis moet 60 tot 80 miljoen euro per jaar aan geneesmiddelen inkopen. En als de prijs 10% omlaag gaat, dan heb ik meer geld om andere dingen te doen, andere patiënten te helpen. Dus het is niet helemaal. Die vraag vanuit de VSP vond ik wel terecht. En daar moet je denk ik dan ook maar reëel over zijn. En dan gaat het over pakketbeslissingen. Want dan moet ook de politiek in het strijdperk treden en moet zeggen, nou kijk, wij vinden dit vinden wij wat wij met z'n allen in het pakket collectief voor onze rekening willen nemen. Als je dat niet doet, dan wentel je het af op dokters in de spreekkamer of op een individuele verzekeraar of op een universiteit of op een ziekenhuis. Dat stukje in het systeem hebben we ook nodig. Ja, precies. Je mag niet één enkele partij voor de gevolgen laten opdraaien. Ja. Dat is eigenlijk je boodschap. Ja. Ja. Maar misschien is het dan ook goed om te kijken wat de drivers zijn, Martin. Want uiteindelijk worden wel 10% per jaar meer mensen behandeld met specialistische geneesmiddelen. En dan kan een ziekenhuis wel op een volumegroei van nul gezet worden. Wat de facto een negatieve groei betekent. Mm-hmm. Maar als je daarbinnen natuurlijk gewoon zoveel meer patiënten gaat behandelen met geneesmiddelen, dan gaat dat ergens verkeerd. En ik denk dat dat een veel systeemvraag is dan dat dat een vraag is die moet zeker niet in de behandelkamer worden gediscussieerd. Dat is een systeemvraag waar we volgens mij nu voor staan. Ja. Maar die systeemvraag heeft natuurlijk ook heel erg te maken, en daar begon Nadine over, van je moet dus die balans treffen tussen Absoluut. Al die patiënten die wij behandelen,
gaat dat ook rendement opleveren in termen van uitkomsten? En in, ook in die context heb je natuurlijk die registers er nodig. Ja. Ik wil graag naar stelling 2. Ja. Want dan komen we misschien ook weer op dit onderwerp terug nog via een omwegje. Dat mag altijd. Kunnen we stelling 2 op het scherm krijgen? Ja. Registers leveren niks op. Het gebruik van registers wel. Dat is heel kort samengevat. De stelling en de achtergrond daarvan een beetje is de volgende. Ik doe me even aan de hand van een huiselijk voorbeeld. Dat is altijd wel prettig. Stel, we zijn een tijdje met zo'n register onderweg. En daar zitten hele dure varianten van behandelingen in versus wat goedkoper. En na een tijdje hebben we die dan zo'n beetje met elkaar vergeleken. En dan weten we het nog steeds niet precies. Wat gaan we dan doen? Wie gaat dan zeggen van nou, dan gaan wij toch maar terug naar waar we oorspronkelijk mee begonnen. Want de meerwaarde is ons eigenlijk onvoldoende duidelijk. Durven we op een gegeven moment zo'n besluit aan? Of zeggen van nou, nog even wachten. Dan mag jij beginnen, denk ik. Want ik zie gewoon dat je hier een idee over hebt. Bij VGZ hebben we een heel leuk project gestart met een aantal ziekenhuizen. Waar wij spiegelbijeenkomsten organiseren. En dit soort uitkomsten, die worden daar juist besproken. Zodat we van elkaar kunnen leren. En dan ook kunnen beoordelen, moeten we een verbetercyclus afspreken? Komen er andere conclusies uit? Wie moeten we dan meenemen in dat verhaal? En hoe gaan we verder? En soms is het inderdaad noodzakelijk om meer onderzoek te plegen. En dan duurt het nog even. En dat duurt altijd veel te lang in mijn ogen. Maar het is een leercyclus die we met elkaar hebben ingezet. En tegelijkertijd kun je dan ook afvragen, en dan zijn de weeffouten waar Wim net aan refereerde, van tot die tijd, als we daar publieke gelden aan besteden, is dat dan zinvol als we dan twijfels hebben bij de werking en de effectiviteit van het geneesmiddel? Ja, het lijkt me wel een dilemma, want je hebt natuurlijk toch als verzekeraar al snel het odium op je van ze zijn alleen maar bezig met de kosten. Dus je hebt ook de neiging om, als het gaat om besluiten nemen en misschien willen zeggen van we stoppen er nu mee met deze variant. Dat je denkt van misschien moeten we even iets langer op onze handen blijven zitten. Want misschien komen anderen ook wel tot die conclusie en dan hoeven wij de boodschapper niet te zijn. Wij zijn gewend om de boodschapper te zijn, laat dat voorop staan. Ja. En we zijn blij dat deze partijen nu bij elkaar zitten en dat het Zorginstituut daarop de regie wil nemen. Want we denken echt wel dat er een versnelling mogelijk is. En dat is ook dan de vraag, hè. Welke versnelling kunnen we wel behouden met regie en met iedereen aan tafel? Ja. Maar hier is ook wel een voordeel van de COVID-epidemie. Ik geloof dat alle Nederlanders nu snappen wat het is om te moeten varen in de mist op data die zich aan het ontwikkelen zijn. Ja. Ik zie dat ook heel veel mensen daar boos over worden, maar je kunt er van alles over zeggen. Maar dat is natuurlijk wat we aan het doen zijn. En daarom is het, iedereen is het hier met deze stelling eens, denk ik. Maar daarom is het zo belangrijk dat die data toegankelijk zijn, ook echt voor iedereen. En dat de data 2 weken later weer een beetje beter zijn en 4 weken later weer een beetje beter zijn, dat weten we ondertussen ook allemaal. Maar als ze toegankelijk zijn voor meerdere mensen die ze op meerdere manieren kunnen gaan benaderen, denk ik dat je op het moment dat je een besluit moet nemen de beste gegevens op dat moment hebt. Ja, en dat kan 3 maanden later weer anders zijn. Nou, dat is volgens mij waarom die registers zo ongelooflijk belangrijk zijn, maar vooral ook de toegankelijkheid. Waarbij nog een grote uitdaging is, ik noem dat voorbeeld wel vaker, dat als je echt gaat sturen op uitkomsten, hè, en je doet spiegelbijeenkomsten en je kijkt wat levert nou de langste tijd van leven op, even vanuit mijn eigen vakgebied, dat als ik het gesprek aanga met 2 patiënten die exact dezelfde ziekte hebben en ik leg 7 mogelijkheden voor, kiest de 1 voor de zwaarste behandeling met de grootste kans op zo lang mogelijk tijd van leven. En de andere kiest misschien voor helemaal geen behandeling, omdat dat veel meer past hoe hij of zij in het leven staat. Als de meeste patiënten dat doen in het ziekenhuis waar je werkt, en er zijn echt wel regionale verschillen, heb je een hele andere uitkomst dan die patiënten die zware behandeling kiezen. Dat moeten we meenemen in die registers om uiteindelijk die resultaten goed te kunnen interpreteren. Ja. En absoluut meewegen in de besluitvorming. En dat is een uitdaging die niet onmogelijk is, maar wel lastig. Ja. En ik zie nog wel meer uitdagingen, want Hans zei het net ook al. Hij heeft het eigenlijk over brede transparantie voor een ieder. En het komt vaak genoeg voor dat onder andere de farmaceuten of de verzekeraars geen transparantie hebben. En wij willen dat wel graag veranderen. En we zijn er ook zelf mee gestart. En we zien ook dat dat even een kwestie van wantrouwen is. Maar dat je, als je met elkaar het goede gesprek hebt, absoluut kan veranderen. En dat je dan in vertrouwen die leercyclus inzet. Ja.
Er zit hier trouwens net een vraag uit de chat, die is binnengekomen uit de Q&A. Ik blijf nog even roepen naar de deelnemers thuis van blijf vooral ons voeden met vragen, want er komen hele interessante dingen uit. Het gaat over het onderwerp transparantie. En de vraag luidt van, die toegankelijkheid en die transparantie, hoe weet ik straks als patiënt, hoe kan ik zelf zien wat daar nou eigenlijk gegenereerd wordt binnen die registers, zodat ik ook zelf een eigen stem kan laten horen in dat hele afwegingsproces van waar Mirjam het net over had, van wat is voor mij het beste, wat is grosso modo voor de behandeling het aardigst. Wordt dat ook op een toegankelijke manier straks voor patiënten inzichtelijk? Ja, ik kan misschien al aangeven, we hebben binnen het darmkankerregister hebben we al vragenlijsten naar kwaliteit van leven die we een hele lange tijd al uitzetten. En patiënten kunnen zelf hun resultaten terugkrijgen ten opzichte van de andere patiënten, maar ook ten opzichte van de gezonde populatie. En dat hebben we, het project is 2 jaar geleden gestart. En dat levert dus voor de patiënt heel mooi inzichten op van hoe doe ik het nou ten opzichte van de rest. Ja. En dat kunnen we natuurlijk uiteindelijk ook doen met de uitkomsten van de behandelingen. Dus dat moeten we zeker meenemen in de registers, want het is zeer waardevol om dat te laten zien. Dan weet de patiënt ook waar hij het voor doet. Ja, maar dit sluit aan bij een discussie van 1 jaar of 10 geleden toen wij besloten om patiënten volledige toegang tot hun dossier te hebben. Er was best veel zorg bij sommige artsen, ook overigens bij mijzelf. Goh, dan zien ze de uitslag, in mijn geval dat ze wel of geen kanker hebben, zien ze 's avonds thuis en dan is er niemand om ze te bereiken. En er waren andere zorgen, kunnen ze dat wel interpreteren? Dat is helemaal weg. Het is zo gewoon geworden dat je dat allemaal kunt inzien. En patiënten zijn verstandig en natuurlijk kunnen ze iemand bellen als het even tegenvalt enzovoort. En wat ook dan duidelijk was, de vragen die patiënten gaan stellen aan dokters zijn beter. Het is niet zo dat ze dan zelf gaan dokteren. Maar ze gaan wel nadenken, van tevoren voorbereiden. En dokters krijgen een patiënt tegenover zich die beter geïnformeerd is en het gesprek beter wordt. Ja. Dus ik denk toegankelijkheid van die data voor de patiënt zelf, dat dat enorm gaat helpen. Ja. Maar stel nou dat daar iets gebeurt. Hè? Je bijvoorbeeld, in het Radboud is een oncoloog die ontzettend goed is in de hematologie. Ik fantaseer even. Nou, niet helemaal. En vervolgens ontstaat er een beeld van als je nou allemaal daarheen gaat. Die heeft een hele speciale behandeling die in de handen van die speciale specialist tot mooie resultaten leidt. Dan krijg je een aanzuigende werking die heel veel geld gaan kosten. En dat kan dus op de bottom line van zo'n Radboud ziekenhuis natuurlijk behoorlijke gevolgen gaan hebben. Hoe lang tolereer je dat succes zich kan manifesteren? Nou, ik denk zo snel mogelijk delen van kennis. Kennis reist heel makkelijk, ook digitaal. Dus het is ook, zeker als het om hele specifieke kleine groepen gaat, dan is die kennis delen ongelooflijk belangrijk. Maar vaak gaat het over grotere groepen en hoeven die patiënten niet allemaal naar die ene plek waar die ene dokter zit. Dat zou mij zorgen maken. Dan moet je echt gaan delen. Dat is precies de reden trouwens waarom het ziekenhuis klein wordt gemaakt, omdat die kennis gedeeld wordt. Nou ja, dan krijg je ook de discussie hoe je daarin samenwerkt in regionale netwerken. En dat betekent voor de grotere patiëntgroepen betekent dat iets anders dan voor de patiënten met zeldzame aandoeningen. En want daar is overigens nog echt een verbeterslag mogelijk. En daar zal je wel een stukje centralisatie zien. Hè, bijvoorbeeld in de richting van het Radboud of een ander topcentrum. Ik denk dat je dat ook niet helemaal kunt voorkomen dat dat gebeurt. En in sommige gevallen is het dus ook wel goed, hè? Maar niet altijd. Voor de grotere patiëntengroep hoeft dat natuurlijk helemaal niet. Dan is het delen van kennis en het samenwerken is een prima oplossing daarvoor. Ik denk dat data en met name beslisinformatie voor patiënten straks via PGO's, hè, persoonlijke gezondheidsomgevingen of via health coaches, et cetera, ook gewoon ter beschikking gesteld gaat worden. Dat gaan we natuurlijk gewoon echt allemaal wel meemaken. En dan is dat gepersonaliseerde informatie die je ook in je eigen situatie kunt gebruiken. Die moet ergens natuurlijk uit die kwaliteitsregistraties dan wel al die data die wij verzamelen afgeleid worden. Maar ik denk dat je het vooral zodanig moet organiseren dat mensen er ook wat mee kunnen. Ja. En ik denk dat patiëntenorganisaties een rol zouden kunnen vervullen in het ervoor zorgen dat dat ook gaat gebeuren. Die moeten meer kijken en werkt dat systeem dan ook zo dat het dit oplevert. Dus zo zou je echt wel grote stappen kunnen zetten. Ik ben nog een beetje bezorgd over hoe wij omgaan met al die data. Ook wel een beetje door wat je wel eens hoort uit de Verenigde Staten. De Verenigde Staten heeft een veel lossere privacywetgeving dan Europa.
de dokters en bestuurders in de Verenigde Staten zeggen, alsjeblieft niet zoals het in de Verenigde Staten is gedaan. Wees blij met de Europese regelgeving als het gaat om privacybescherming en data. Dus ik denk dat dat wel een belangrijk punt is op het moment dat wij veel dataverzamelingen gaan delen en ter beschikking stellen, et cetera. Dat we dan toch wel de Europese standaarden daarbij blijven aanhangen. Dat zou ik toch wel willen bepleiten. Ja, nog dus even die internationale oriëntatie, waar we het ook eerder deze week over gehad hebben. Ja, weet wel wat er gebeurt. Die moeten we in de gaten houden. Ja, ja. Maar weet je, we hebben natuurlijk toch afgelopen jaren grote samenwerkingen gezien tussen grote Amerikaanse gezondheidssystemen en Google en Apple onder andere. En een aantal andere. En ja, daar stelt men toch hele andere eisen aan de bescherming van informatie van patiënten en burgers dan in Europa. Ja. Dus, maar gelukkig zijn er ook wel voorbeelden in Nederland. Hè. Parkinson Net heeft zelfs Verily, het moederbedrijf van Google, een apart bedrijf opgericht in Nederland. Om te zorgen dat, samen met de cybersecurity afdeling van Bart Jacobs, om ervoor te zorgen dat de strengste eisen binnen Europa daarvoor worden toegepast. Dus het kan wel. Ja, ja. Maar je hebt helemaal gelijk hoor. Je moet ongelooflijk oppassen. Ja. Want data zijn natuurlijk ook veel geld waard. Dat weten we ook allemaal. Ja. Dat weten we. Ja. Maar mag ik nog een ander perspectief hierop? Is wel, we hebben het nu over dat die middelen er zijn voor de patiënt en hoe ga je het gebruiken. Maar de zorgen natuurlijk van de sector, van de farmaceutische sector, zitten op een heel ander vlak in eerste instantie. En dat is dat we nu zien, en dat is volgens mij ook de subopdracht voor het Zorginstituut om te kijken hoe kan je regie op registers gebruiken in het kader van pakketbeheer. Wat wij nu zien, is dat er steeds veel meer middelen helemaal pakket niet instromen of het heel lang duurt voordat die beschikbaar komen. En dat is nog even voordat die überhaupt in de pen van de voorschrijver terecht kan komen, moet er natuurlijk die discussie ook plaatsvinden, kan die wel in het pakket stromen. En ik denk dat daar, dat daar registers ook op dit moment heel erg behulpzaam van kunnen zijn. Je krijgt een soort conditioneel op wat het doet. Zal ik maar zeggen, stroom je in en kom je beschikbaar voor de patiënt binnen de zorgverzekering. En ik denk dat dat heel grote winst is voor patiënten, maar ook voor onze sector. Dat je gewoon toch beschikbaar gesteld wordt aan de patiënt, dat gebruikt kan worden en niet in, zal ik maar zeggen, de klinische trials, maar dat we dan ook real-world data gaan kijken wat die middelen doen. En dat is volgens mij, hier hebben we het heel erg over kwaliteitsregistraties. Daar waar volgens mij regie op registers ook iets heeft van, ja, we moeten ook nog die middelen eerst toelaten. En je ziet daar gewoon nu met de onzekerheden waar we mee te maken hebben, waar niet ook onze sector mee te maken heeft, zie je dat daar spanning op zit. Ja, en dat spanning kan op, nu, dat wilde ik net even aan je vragen, want je ziet wel dat, dat is ook een van de inbrengen die we uit de chat binnenkrijgen. Van, dat is allemaal heel mooi dat we dus allemaal straks met op basis van de uitkomst van die registers aan een soort gezamenlijk beslistraject beginnen. Maar het proces dat gezamenlijk beslissen inhoudt, is tot op zekere hoogte nog een beetje een black box. Dat is niet uitgeschreven. Er zijn dus geen garanties dat je er goed uitkomt. Als je kijkt naar jouw sector, het was vroeger vrij prettig, want je was geregistreerd en je zat in het pakket en het was klaar. Nu loop je het risico dat je op basis van zo'n beslistraject misschien toch niet door kunt gaan met datgene wat je graag doet. Hè, namelijk de patiënten die middelen ter beschikking stellen. Dus de vraag is van, hoe bezorgd zijn jullie nou dat je eigenlijk de regie een beetje kwijtraakt in dat samen beslistraject op basis van de uitkomsten van die registraties? Nou, daar ben ik helemaal niet bang voor, eerlijk gezegd. Dat we de regie, ik denk dat we nu namelijk ook niet regievoerend zijn. Wat wij willen is dat onze middelen zo snel mogelijk bij de patiënt komen. En dat daar, zal maar zeggen, een traject ingaan. En ik denk dat wij als farmaceuten absoluut niet op de stoel van een voorschrijver gaan zitten. Die hebben altijd volgens mij de regie over welke behandeling is het meest passend voor de patiënt. Dat is niet aan de fabrikant, zal ik maar zeggen, om dat te bepalen. Het is wel aan de fabrikant om continu door te ontwikkelen. Hè, om continu te kijken van wat moet je met gepast gebruik? Hoe kan je de inzetbaarheid van die middelen verbeteren? Daar heeft ook de fabrikant real-world data voor nodig. En je ziet overigens, kijk, wij denken net alsof dat hier in Nederland allemaal, maar laten we zeggen, onze sector is internationaal. Als ik zie hoe dat in andere landen gaat, die zijn mijlenver op wat wij hier doen. Als het gaat om de inzet van geneesmiddelen, om het ontwikkelen van geneesmiddelen, om te kijken voor welke groepen patiënten slaan middelen wel of niet aan. Dat is echt, daar zijn heel veel landen heel veel stappen op vooruit. En ik denk dat je dan ook die co-creatie gaat krijgen. Zodat je ook echt wel iets mag verwachten van de industrie. Van jongens, blijf kritisch volgen wat je middel doet. En dat willen we ook. En dat doen we ook. Want
wij geloven volgens mij gewoon in onze producten. Daarom zijn ook een aantal van onze bedrijven volgens mij koploper als het gaat om uitkomstgerichte zorg. Misschien hier niet in Nederland, maar zeker wereldwijd. Dus ik denk dat er enorm geloof is in de middelen die wij op de markt brengen. En ik denk dat registers en het transparant maken van de uitkomsten, dat wij daar helemaal niet bang voor zijn. Ja. Nou, misschien toch dan één keer. Dan wil ik graag even ook, voordat we naar de volgende stelling gaan, de input van de mensen hier aan tafel hebben. Want er is natuurlijk toch wel een beslistraject. Op een gegeven moment, kijk, als je registerdata als uitkomsten terugziet en de resultaten van al die middelen zijn fantastisch, heb je geen probleem. Als het helemaal niks doet, heb je ook geen probleem. Maar als het allemaal inconclusief is, dan is er een besluitvormingsprobleem. Dan moet je op een gegeven moment zeggen, hoe gaan wij nu een knoop doorhakken over hoe op basis van deze gegevens verder gaan? Is er iemand die daar weer op de weg ziet of denkt van, dat komt wel goed? Hoe stellen jullie dat voor? Volgens mij moeten we dat aan de mensen thuis overlaten, deze vraag te beantwoorden. En daar goed over nadenken als ik dat me zo realiseer. Maar ja, ja. Dus je doet even een stap achteruit. Nou ja, in ieder geval ook gezien de tijd. Ja, ja. In ieder geval een handige oplossing, ja. Goed, nou, dan slaan we dit even over. Laten we het even voor wat het is. En dan gaan we door met de derde stelling. Nee, we moeten stoppen. We moeten stoppen. We zijn al eigenlijk door onze tijd heen. Ja, we hebben natuurlijk zoveel gewisseld met elkaar. Ja. Ja. Goed, nee, dan sluiten we hierbij deze samenspraak af. Hartelijk bedankt dat jullie hier met z'n allen aan deze Prodent-fabriek de stamtafel hebben willen aanschuiven. En we gaan hopelijk elkaar op een later moment zeker nog een keer tegenkomen om te zien of datgene wat wij toen hoopten ook werkelijkheid is geworden. Zeer bedankt. Mooi, dankjewel. We gaan aan het middagdeel verder, in dit geval de deelsessie van DaatIT, waarbij we met name ingaan van wat zijn de versnellers om tot bruikbare gezondheidsdata te komen. En daar hebben we een presentatie voor die we momenteel gaan presenteren als het goed is. Even kijken. Is de presentatie nu in beeld? Ja. Ik zou jullie eerst even voor willen stellen. Aan tafel zit ook al Martin de Graaf. Die kennen we intussen al uit het ochtendprogramma. Hij zal straks ook deel gaan nemen bij de panel, met name jullie Q&A in de gaten te houden. En die ook door te kunnen geven aan de panelleden. Ik zou graag ook nog twee mensen uit het team van DaatIT, regie op registers duur geneesmiddelen, willen voorstellen. Dat is Marielle Hagen. Zij is onze informatiedeskundige en Esma Teker. Zij is case study begeleidster in het team. En zelf ben ik deelprojectleider van het team. Waar we het eerst over gaan hebben is het vraagstuk van wat kunnen we leren van COVID-19. We hebben gezien dat tijdens de COVID-19-periode plotseling wel heel veel mogelijk is. Dat we plotseling wel met gezondheidsdata aan de gang kunnen en verschillende bronnen kunnen gaan gebruiken. Ik zou u eigenlijk gelijk weer actief willen maken, want dit is echt een actief gedeelte dit uur. We gaan straks automatisch in groepjes van 3 gaan we uiteen. En dan heeft een ieder 10 minuten de tijd. Hebben we met elkaar 10 minuten de tijd om over 2 vraagstukken met elkaar te gaan spreken. Het ene vraagstuk is welke aspecten zorgt hiervoor? Dus dat het plotseling mogelijk is dat we gezondheidsdata met elkaar kunnen delen. Welke aspecten hebben daarvoor gezorgd? En met name waar we in geïnteresseerd zijn in ons project is, wat kunnen wij daarvan meenemen? Momenteel zijn we bezig met de case studies, waarbij we in de praktijk ook bezig zijn om met data te werken. Dus aan jullie de vraag, wat kunnen wij meenemen van de COVID-19-leringen morgen al in onze case study? Nadat jullie dus 10 minuten bij elkaar geweest zijn om hierover te spreken, komen we weer plenair terug. En dan krijgen we een poll. Dan horen we graag jullie reactie. En met name op die laatste vraag, van wat kunnen wij meenemen tijdens onze case study? Of jullie dat dan digitaal met ons willen delen, en dan kunnen we dat meenemen. En daarna gaan we over naar het tweede gedeelte van deze middag. En dat zal een paneldiscussie zijn waar we het met name over artificial intelligence zullen hebben. En dan zou ik jullie willen uitnodigen om even goed naar de vragen te kijken. Neem daar ongeveer een minuutje voor. En dat we dan ongeveer nu over een minuut
uiteen zouden kunnen gaan in de deelsessies. Goedemiddag, daar zijn we weer. Nou, ik hoop dat jullie voldoende tijd hebben gehad om goed over dit onderwerp met elkaar te kunnen spreken. We zijn erg nieuwsgierig naar jullie reacties. U kunt nu meedoen aan de poll door op het poll-icoon te drukken in uw scherm. Vragen wij u antwoord te geven, met name dus op die tweede vraag. En ik ben erg nieuwsgierig naar jullie reacties. Dus als jullie zouden mee willen doen aan de poll, dan graag. Geef ik jullie nu even de tijd voor. Als het goed is, gaan we straks de reacties in het scherm zien. Kijken wanneer de eerste reacties binnenkomen. Ik zie nog geen reacties binnenkomen. Is daar een reden voor misschien? Nou, ik denk dat het toch even tijd kost om ze in te kloppen. Dat zou kunnen. Dus dan mag je best wel even wat gelegenheid voor bieden. Ja. Is duidelijk hoe de... Ah, dan zie ik de eerste reactie. Hergebruik van bestaande data. Ik zou de morgen gelijk ook kunnen toepassen in onze case studies. Bedankt. Geleerde lessen rondom privacy issues. Ben ik ook nieuwsgierig. Kunnen jullie daar nog een tipje van de sluier op liggen? Wat voor lessen kunnen we daar met name meenemen? Het definiëren van welke gezamenlijke doel we hebben. Ja. Dus een gezamenlijk doel of een gezamenlijke vijand dat verenigt en dat brengt sneller resultaten. Mooie tip, bedankt. De noodzaak zorgt, ja, kijken of er een sense of urgency kan ontwikkeld worden. Zorgen dat cijfers op datum van optreden worden geregistreerd en niet worden opgeteld bij de dag erna. Oké. Ja, dat helpt. Om wel de goede data met elkaar te vergelijken. Dus dat betekent dus ook, interpreteer ik hier ook een beetje mee, dat we naast de data ook metadata nodig hebben. Dat we weten van wanneer die data is. Dat is een goeie. Zorgen dat je al snel een proces van pseudonymisatie kunt regelen. Ja? Zodat je de data anoniem kunt verzamelen. Multidisciplinaire aanpak vanaf de start. Als degene die dat getikt heeft daar nog iets op toe kan lichten, dan ben ik wel nieuwsgierig naar wat er exact mee bedoeld wordt. Privacy moet je wel of niet terug naar de persoon zelf, dat maakt veel uit. Dat is dus die toelichting waar je om vroeg, hè? Wat zijn nou die geleerde lessen van de privacy? Kijk. Ja. Uniforme datadefinitie, ja, dat is een goeie. Dat is inderdaad ook een belangrijk punt van regie op registers. Uniformiteit in de taal. Maar begrijp ik hieruit dat tijdens de COVID dat dit aanwezig was? Dat dat een reden was dat men snel kon integreren met elkaar? Was dat aanwezig? Of zijn we er tegen aangelopen en dat we dat nodig hebben? Daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar hoe dat in de COVID gebeurd is. Was die uniformiteit er of hebben we die juist gemist? Ik geef nog eventjes 1 minuut de tijd om wat reacties te geven. Ik zie dat het aantal reacties wat we binnenkrijgen aan het afnemen is. Dus misschien dat het aan het opdrogen is. Administratielast minimaliseren. Dat is mooi. En wederom ook hier weer de vraag, gebeurde dat bij de COVID? Of is dat weer een leermoment van wat zouden we eigenlijk moeten doen? Ik ben eigenlijk met name nieuwsgierig naar wat kunnen wij doen om morgen ook heel snel dus die data te kunnen gaan combineren met elkaar. Hetgene wat gelukt is bij de COVID, wat kunnen wij toepassen zodat het ons ook gaat lukken. Data ver maken aan de bron en plaatsen van register opzetten. Ja. Ik denk dat daar ook gehind wordt naast het ver maken aan analyse aan de bron. Tijdens COVID werd er sneller gehandeld, meer praktisch en sneller besloten. Dat mag best worden vastgehouden.
eens. Maar wat heeft er nou toe geleid dat men plotseling nu wel snel kon handelen en snel kon besluiten? Ben ik eigenlijk nieuwsgierig naar. Wat voor elementen hebben daarvoor gezorgd dat men snel ging handelen en snel ging besluiten? Er was gebrek aan uniformiteit, oké. Maar dat zijn we vooral bij bijvoorbeeld ook, maken we het zien gemaakt, door datapartijen over implementatie van medische richtlijnen. Oké, eens. Zorgen voor realistische verwachtingen van benodigd budget. Oké, ja. Het heeft ook weer met die doelgerichtheid te maken, die we eerder terug zagen komen. Nog meer mooie tips die we mee kunnen nemen morgen in onze case studies? Ja, er is er eentje een beetje naar onder gezakt en die ging over wat betekent nou al dat turfwerk als je dat koppelt aan andere parameters. Hè? Iemand gaf het voorbeeld van je krijgt vaccinatiemensen. Dat betekent dat de vaccinatiegraad stijgt, maar de infectiegraad als het goed is die daalt. Maar hoe koppel ik die twee gegevens aan elkaar zodat ik ook kan leren uit wat ik waarneem? Oké. Dan zou je eigenlijk al in een vroegtijdig stadium zou je daarover na willen denken om voldoende goed met de gegevens om te kunnen. Ja. Mooi. Urgentie en noodzaak was bij COVID heel duidelijk en zichtbaar. Belang voor iedereen. Ja. Sneller handelen kwam toch vooral door de noodzaak. Lang wachten was niet gewenst. Ja, dus toch weer dat stukje noodzaak, die sense of urgency proberen te creëren. Ik meen ook in het voorgaande congres van 27 november jongsleden, en tijdens dit congres kwam het ook min of meer ter sprake, dat we wel merken dat in de markt nu die sense of urgency steeds meer aan het komen is. Het momentum van dit moet gebeuren. Die uniformiteit in taal en ervoor zorgen dat data goed hergebruikt kan worden. Dus daar krijgen we wel steeds meer het momentum mee, heb ik het idee. Ik zie dat we nog een paar minuten hebben, dus schroom niet als jullie nog waardevolle feedback voor ons hebben dat we mee kunnen nemen. Opzetten van ontologie, zodat je data betekenis kan geven en daarmee makkelijk aanleverbaar en vergelijkbaar. Het is een hele interessante, die komen ook veel tegen in ons project, omdat we natuurlijk vanuit ons beeld eigenlijk met een secundair belang kijken naar deze data. De mensen vanuit het primaire belang die kennen die context en die zouden minder snel behoefte wellicht hebben aan die ontologie. Maar wij lopen hier zeer zeker ook tegenaan, omdat wij vanuit een andere context naar de data kijken waarvoor die origineel is vastgelegd. Dus dat gaan we zeker meenemen. Direct bij de opzet meerdere beoogde gebruikers betrekken. Het komt vaak voor dat alleen de wetenschappelijke vereniging aan de start aangesloten zijn. Oké. En aan welke andere gebruikers zitten jullie dan te denken dan wetenschappelijke verenigingen? De patiëntenverenigingen bijvoorbeeld. En welke andere stakeholders zouden hierbij betrokken moeten zijn volgens jullie? Als CIS en EPD leveranciers aan tafel. Oké, alle leveranciers bij elkaar aan tafel. Is dat gelukt tijdens COVID? Hebben we toen alle leveranciers bij elkaar aan tafel gekregen om dit succesvol te maken? Vraag me af. Altijd goed naar de meetinstrumenten kijken. Incidentie verandert ook bij meer testen als simpel voorbeeld uit het COVID-traject. Ja. Goed opletten, wat meet ik nou eigenlijk? Door noodzaak was snelheid gewenst, dat is weer die noodzaak. Waar we nu vaak naar de beste oplossing zoeken, was het nu doen wat kan. Kleine stapjes vooruit. Oké, dus projectmanagement kan je altijd kiezen tussen tijd, functionaliteit en capaciteit. En hier was dus de functionaliteit was minder geschikt aan tijd. Dus patiënten, verenigingen, overheidspartijen met informatievragen, farmaceutische bedrijven. Dat is dan waarschijnlijk het antwoord op mijn vraag die ik net terugstelde. Bedankt daarvoor, voor de toelichting. Altijd goed naar de meetinstrumenten kijken, daar hebben we het over gehad. Ik zie op de klok dat we nog een anderhalve minuut hebben. Dus als jullie aan het tikken zijn, schroom niet. Maak jullie de zinnen mooi af. Hele waardevolle feedback krijgen we tot nu toe. Bedankt daarvoor.
Het droogt, ver, ja. Dat hebben we al eerder een keer gezien. En wederom hier de vraag, de noodzaak voor ver en ontologie en dat soort dingen, die is bekend. En dat is zeker voor ons project een belangrijk aspect. Maar waar ik nieuwsgierig naar ben is, konden we met COVID makkelijker data met elkaar combineren omdat deze data ver was? Of liepen we er tegenaan dat we deze data ver moesten maken? Dat vind ik een interessant gegeven. Wat hebben we daarvan geleerd? Link met medische hulpmiddelen. Welke met name zitten jullie aan te denken? Bedoelen jullie dat ook meerdere bronnen met elkaar koppelen? Dat je naast EPD's apothekensystemen of dat soort dingen met elkaar koppelt? Wat bedoel je met link met medische hulpmiddelen? Ben ik wel nieuwsgierig naar. Nou. Nog een paar seconden. En dan gaan we verder. Ook streven naar uniformiteit van het datamodel. Bijvoorbeeld aan de hand van gemeenschappelijk gedefinieerde zorgproces. Ja. Het zal als muziek in de oren klinken voor registratie aan de bron. Om inderdaad het zorgproces centraal te stellen hierin. Oké, nou bedankt voor jullie feedback. We gaan nu verder met een klein stukje introductie voor het tweede gedeelte. Dus ik zit even nu met de vraag, ja, hier zijn we momenteel, dus dan kunnen we door naar het volgende onderdeel van onze sessie. En daarin wil ik eigenlijk centraal het vraagstuk zetten, kan kunstmatige intelligentie sneller leren dan de mens? Dat is eigenlijk een beetje een uitdagende stelling die ik hier wil neerleggen om te prikkelen. Het is eigenlijk opgeënt dat we momenteel zien dat er heel veel geld, tijd, energie, middelen gaat zitten om te kijken in hoeverre we aan de bron data uniform kunnen vastleggen in gestructureerde datavelden. En dat ook de artsen en andere mensen die deze data vast gaan leggen ook die gestructureerde datavelden gaan gebruiken in plaats van vrije tekstvelden bijvoorbeeld. EPD's moeten daar ook nog aangepast voor worden. Dus er is heel veel geld en tijd gaat er zitten in het aanpassen van de EPD's en feitelijk ook het opvoeden, het veranderen van de artsen, dat ze voortaan in gestructureerde datavelden gaan werken. Terwijl je misschien ook tegelijkertijd zou kunnen kijken, wat kan artificial intelligence hierin betekenen? We hebben tegenwoordig al heel veel middelen, kijk naar Siri en Google, die tekst naar, die vrijgesproken tekst naar, hoe zeg je dat, gesproken tekst naar vastgelegde tekst gaat vertalen. Die vrije tekst die kan je vervolgens weer gaan laten vertalen met artificial intelligence naar die gestructureerde datavelden. Daarbij hou je tevens ook nog eens een keertje je contextinformatie. Want als je dit volledige gesprek bewaart, dan weet je ook in welke context dat plaats heeft gevonden. Terwijl als je alleen de gestructureerde datavelden hebt, dan verlies je vaak een deel van die context. Tevens ga je de administratielast nog eens een keertje extra verlagen, want je geeft een arts een dictafoon. Hij hoeft niet eens meer de vrije tekst zelf in te voeren. En we zijn er zelf achter gekomen momenteel tijdens onze case study dat we eigenlijk behoefte hebben aan nieuwe gegevens. Dus als wij daar vandaag achter komen, dan kunnen we pas vanaf morgen die gegevens gaan vastleggen en in de gaten gaan houden. En hebben we pas overmorgen bruikbare data waar je analyses op kunt gaan voeren. Terwijl als we hier al een tijd geleden mee begonnen waren en die vrije teksten die hebben we, dan zouden we zo'n artificial intelligence robot ook op die oude teksten kunnen loslaten, waardoor we eigenlijk ook al oude data kunnen gebruiken om hier iets van te leren. Het enige nadeel, hier gaat ook leertijd in zitten. Zo'n robot moet ook leren. Nou, daar wil ik graag met jullie over praten. Dat doen we samen met een panel. Hier aan tafel hebben we Joen van der Linden. Zij is van origine arts. Is ook nauw betrokken geweest bij het project Registratie aan de Bron. En kan met name vanuit dat oogpunt mooi feedback geven. Tevens hebben we Jochem de Boer. Hij is van CTQ. Hij is een expert op het gebied van artificial intelligence. We hebben ook nog Jolande Luijmen. Zij is zelf een data en analytics
Nou, informatiedeskundige in een ziekenhuis, het Maxima Medisch Centrum ziekenhuis. En waar ik ontzettend blij mee ben, is dat Otto Visser digitaal op het laatste moment aan kon haken. We hadden eerst Gijs Gelijnsen die hier aan tafel zou moeten komen. Maar ook COVID heeft hier huisgehouden en kon op het laatste moment niet aanwezig zijn. Dus ik heb vanmorgen nog Otto bereid gevonden om zijn agenda schoon te vegen en nu digitaal bij ons aanwezig te zijn. Bedankt. En straks zien jullie deze mensen zelf ook in beeld komen. Wat ik met jullie wil gaan doen is met name de Q&A gebruiken. We kijken niet naar de chat. Ik zal straks beginnen met een eerste vraag. Dan geeft jullie de tijd om in de Q&A andere vragen te stellen. Dat zouden reacties kunnen zijn op het huidige topic, op de huidige vragen waarmee we bezig zijn. En dan zou ik willen voorstellen om die vraag dan met een R te beginnen, de R van reactie. Of je zou misschien een nieuwe vraag willen poneren en die zou je dan kunnen laten voorafgaan met een N, van ik heb een nieuwe vraag. We proberen vandaag minimaal 4 vragen de beurt te geven. En wij zullen, met name Martin zal de vraag op een gegeven moment aan de panelleden gaan stellen. En dan zullen we daar een stuk interactie op gaan plegen. En we horen ook graag jullie reactie op deze antwoorden om daar ook nog een stukje verdieping in aan te kunnen brengen. Maar voordat we dat gaan doen, zou ik jullie eigenlijk nog de eerste vraag willen presenteren. En dat is eigenlijk gebaseerd op de film Hidden Figures. Ik weet niet of jullie die gezien hebben. Daar kwam op een gegeven moment de iconische uitspraak naar voren. It's a little hard to trust something you can't look into the eyes. We praten over 1962, speelt deze film af, waarin de eerste Amerikaanse ruimtevaarder John Glenn een baan op de aarde gaat maken. En de coördinator van de landing, die zouden voor het eerst uitgerekend worden door een computer. De IBM 7094 om exact te zijn. En die coördinaten die werden niet vertrouwd. De computer werd niet vertrouwd. En zo, daar gaat deze film over. En daar willen we graag straks nog even wat verder over. Dus als het filmpje nu ingestart zou kunnen worden. The IBM's been spot on up to this point, John. But we'll run it again. See what it comes up with. I'm gonna be honest with you, Al. When I fly the machine. And right now it seems like this machine's flying me. We're on the same page, John. Our guys are on it. Let's get the girl to check the numbers. The girl? Yes, sir. You mean Catherine? Yes, sir. The smart one. I mean, she says they're good. I'm ready to go. All right, we'll get into it. Roger. They need you to verify these coordinates. Itself is A-OK, and the weather here at Cape Canaveral is anything perfect. From Langley? Not yet. We are being told that mission control. That's it. This is Langley. We have the coordinates confirmed. Stand by, Langley. We can confirm the go/no-go point for re-entry is 16.11984 degrees latitude. Minus 165.2356 degrees longitude. The launch window is a go. The landing coordinates match. Well, that is very good news, Al. It's a little hard to trust something you can't look in the eyes. That's right, Colonel. Nou, eigenlijk zien we hier een beetje een analogie met de huidige datamanagers die met veel menselijke interpretatie en kennis en kunde naar data van EPD zitten te kijken en die vertalen naar gestructureerde data. Dus mijn vraag aan de panelleden is, kunnen we het een machine toevertrouwen, een robot, artificial intelligence, om vrije tekst op een juiste manier te interpreteren naar gestructureerde datavelden en kunnen we die gestructureerde datavelden dan vertrouwen om te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, CQ, beslissingen straks in de spreekkamer. Wie heeft daar als eerste een reactie op? Zal ik kunnen beginnen met Otto wellicht vanuit zijn welkom Otto. Die zit er digitaal bij op het laatst dus ingevlogen. Otto, wat vind jij hiervan? Nou, goedemiddag. Dank voor de uitnodiging. Ja, kijk, dingen zijn natuurlijk niet zwart-wit. Ongetwijfeld kun je dingen door artificial intelligence laten bepalen.
Maar dat wordt naarmate een item zeg maar complexer is en dus bijvoorbeeld meerdere keer in een dossier voorkomt, wordt het steeds ingewikkelder om te bepalen wat nu eigenlijk de waarde is die je wil hebben. Als het gaat om iets wat maar één keer in een dossier voorkomt, laten we zeggen iets simpels als een ontslagdatum. Die ontslagdatum die zal die artificial intelligence wel kunnen vinden. Maar als het gaat over, ik ben verantwoordelijk voor de kankerregistratie bij IKNL en een van de dingen die we moeten vastleggen is bijvoorbeeld het stadium van de ziekte. En dan moet je bijvoorbeeld weten of dat lymfeklieren wel of niet zijn aangedaan door kanker. Maar ja, als er nou 15 verslagen zijn waar iets over die lymfeklieren wordt vermeld, hoe moet dan die artificial intelligence gaan bepalen wat nou uiteindelijk datgene is wat je wil gaan hebben? Ik geloof dat we daar uiteindelijk wel op gaan uitkomen, maar dat is wel iets waar we op dit moment helemaal nog niet genoeg voor zijn toegerust. Dus dingen die echt heel erg simpel zijn, daarvan verwacht ik wel dat artificial intelligence ons op de korte termijn al kan gaan helpen. Dat kan bijvoorbeeld ook van of dat een patiënt wel of niet een bepaald geneesmiddel heeft gekregen. Dat valt best wel uit die systemen te halen. Maar zodra variabelen heel veel in allerlei verschillende verslagen van een patiënt terug gaan komen, dan is het op dit moment, denk ik, niet mogelijk om daar de juiste waarde uit te filteren. Jochem? Dat is al lastig voor een datamanager. Laat staan voor een computer. Jochem, hoe zie jij dat als artificial intelligence expert? In eerste instantie ben ik het eens met Otto. Dat klopt. De medische data is zo gigantisch over één patiënt en wordt zo vaak herhaald ook, dat het best wel complex wordt. En dan ben ik het met Otto eens dat het ook gewoon moeilijk is om, zelfs voor een mens, dus ook voor een computer, om dat te interpreteren wat de juiste datum is of de juiste meting is. Of dat het misschien dezelfde metingen zijn. Ik weet wel zeker dat het ooit op een gegeven moment gaat lukken. En met ooit denk ik dat het eigenlijk best wel dichtbij ligt. En dat we er gewoon veel meer resources tegenaan moeten gooien om dat mogelijk te maken. Maar is het tegenaan gooien van resources de enige oplossing? Of zijn er ook ervoor zorgen dat het niet op zoveel plaatsen gaat voorkomen? Joen, hoe zie jij dat? Ik weet eigenlijk niet of ik het met Otto en Jochem eens ben. Want vaak wat je nu ook doet, is je stel dat ik even het voorbeeld van Otto pak. Hè. Je kijkt naar een uitslag ten opzichte van een ander data-element. Dus je kijkt niet single naar dit pathologieverslag. Of je kijkt niet single naar dat radiologieverslag. Dus als jij... En meestal hebben zorgpaden een soort van milestones in zich zitten. Als jij dat relatief kan maken, als ik dat als mens kan je dat de computer ook leren. Ja, het heeft misschien wat meer tijd nodig, maar ik denk als wij er een paar weken tegenaan gooien, dat we dat dan voor een stukje al gedaan hebben. Alleen het lastige is dat je het voor alle data-elementen moet doen. Mm-hmm. Dus het is niet, dat is denk ik waar AI op dit moment staat, is dat het hele erge puntoplossingen zijn. Mm-hmm. En dat er niet een brede intelligentie is zoals wij onze geest kunnen gebruiken. Dus betekent dat je alles zal moeten aanleren. Ja, dus... Maar ik zou zeggen, het lijkt me niet zo heel ver. Nee. En niet zo heel moeilijk eigenlijk ook. Nee, moeilijk is het zeker niet. Nee, het heeft gewoon meer tijd en ruimte nodig. En ik denk niet dat het een oplossing moet zijn om het allemaal gestructureerd vast te leggen en te zeggen, je mag niet kopiëren. Het mag niet 20 keer in een dossier staan. En sterker nog, je hebt voordeel als er meerdere... Eigenlijk is het meest lastig op dit moment in de analyses als het maar één keer voorkomt en het is verkeerd geschreven. Mm-hmm. Want dan heb je last van spellingsfouten. Ja. Maar als je 10 keer diabetes in je dossier voorkomt en is 6 keer fout geschreven en 4 keer juist, dan weet je, ik moet hier geloof ik iets verder mee gaan doen. Terwijl als het één keer voorkomt en het is fout geschreven, dat is een stuk lastiger. Dus de veelheid aan data is, denk ik, eerder helpt meer dan dat het een vervelend aspect is van dit probleem. Volgens mij de vraag zeg maar, of artificial intelligence kan helpen bij van vrije tekst naar gestructureerde data te gaan, juich ik van harte toe. En volgens mij moeten we daar ook vooral heen willen. Maar wil je van ongestructureerde data gestructureerde data maken, moet je wel heel erg bewust zijn van wat is dan die gestructureerde data die je wil hebben. Dus daarvoor zul je toch weer terug naar de tekentafel, soort van tegentafel moeten gaan. En dan komt mijn stokpaardje weer, zorgproces centraal. Kijk nou naar dat zorgproces. Welke informatie heb je nodig om goede zorg te leveren?
En als je daar heel helder hebt wat de definities zijn, wat de dingen zijn die je wil vastleggen, dan kun je daarna algoritmes gaan leren om die informatie te halen uit de goede verslagen. Dan kom je landen ook weer een beetje tegemoet. Dat je zegt, dan is die hoeveelheid, we kunnen wel eens waar met een puntje beginnen, maar juist die hoeveelheid maakt het complex. Een beetje die hoeveelheid ook weer wat in te perken. Ja, ik moet wel zeggen dat zeker op een gegeven moment, mate dat je heel complex komt, hoe het allemaal effect op elkaar hebt, daar wordt het wel moeilijker. Maar als je het gehad hebt over welke data moet gestructureerd worden, ja, dat is ook eindig, zeg maar. Op een gegeven moment, het zijn veel metingen, het zijn veel labbepalingen die je hebt, maar uiteindelijk zijn het gewoon metingen met waardes. En je hebt medicaties, je hebt diagnoses. De hoeveelheid aan verschillende data, ja, die is eindig en daar kan je gewoon algoritmes op trainen. De moeilijkheid komt er dan in om dan die gestructureerde data met elkaar in verband te gaan brengen. Je hebt het over symptomen en diagnoses. Ik bedoel, welke symptomen hebben met welke diagnose te maken en welke medicatie word je daarvoor toegewezen. Ja, dat is wel een lastige als je meerdere dossiers door elkaar heen hebt lopen. Dus als iemand een oncologisch dossier heeft, een intern dossier, noem cardiovasculair dossier, en die lopen door elkaar heen en het is in het dossier niet heel goed te achterhalen wat waarbij hoort. Dat is wel echt lastig. In het kader van de tijd. Nee, het is eigenlijk veel ingewikkelder, want je hebt ook nog patiënten die naar verschillende ziekenhuizen gaan. Binnen de oncologie hebben we daar heel veel mee te maken. Ja. Dat patiënten voor een deel van de diagnostiek of voor een deel van de behandeling naar een ander ziekenhuis gaan. Dus je moet ook nog weer ziekenhuisdata combineren. Ja. Uit verschillende ziekenhuizen. Dat klopt. Dat zou ik ook heel graag willen. Martin, krijgen we nog reacties van de deelnemers? Er komt van alles binnen. Ik pak er even als eerste eentje uit. Dat is een reactie van iemand die zegt van, je kunt natuurlijk allerlei bestaande datastructuren en onderwerpen aan artificial intelligence, maar kun je ook innovatieve dingen te doen. Kun je bijvoorbeeld artificial intelligence laten vastleggen wat er eigenlijk non-verbaal gebeurt in de spreekkamer? Dat kan je Want zeker. Dat beïnvloedt heel vaak toch op een bewust of onbewust niveau hoe een dokter met zijn patiënt omgaat. Mm-hmm. En dat kun je niet allemaal vastleggen. Dus ja, als de artificial intelligence daarin kan helpen, is dat mooi. Zeker, ik denk dat daar heel veel in te doen is. Hè? Dat je de gezichtsuitdrukkingen, intonatie, woordkeuzes kan gebruiken erop. Maar wat het wel is dat waar het dan wat gevaarlijker wordt, is AI, zoals net gezegd, is een puntoplossing. En waar het nu eigenlijk een beetje dan op gaat, lijkt het alsof je dus een gigantisch systeem hebt dat alles moet gaan interpreteren. Wat heel erg interessant kan zijn. Maar ik denk dat we misschien eerst maar eens moeten gaan kijken, kunnen we de data die we nu al hebben, wat kunnen we daarmee gaan doen? Ja, maar ik denk dat wel terecht opgemerkt is dat je een context in data aan kan brengen met een additionele databron. Hoewel het herkennen van emoties, wat ik daarvan weet, ik weet niet of het sinds vorig jaar anders is, maar is vrij moeilijk als je microgestures wil meten. Ja. Dus de grove, dan dat lukt wel. Heb je milliseconden nodig, hè? Ja. Ja, maar ook die fijne oogbeweging, die fijne neusbewegingen, dat schijnt best lastig te zijn. Ja. Zijn er nog andere mooie? Er is nog een andere opmerking. Iemand wil graag toelichting hebben op zo'n lerend systeem is natuurlijk belangrijk. Hè? Daar kun je een artificial intelligence systeem op africhten. Ja. Maar er zijn onderweg altijd afslagen waarbij er toch nog een menselijke handeling nodig is om vervolgens te zorgen dat algoritme uit zichzelf gaat leren. Ja. Nou, hoe gaat dat? Hoe komt dat tot stand? Hoe werkt dat? Ja, kijk, hoe dat, wat je een beetje kan zien met Google, die heeft gewoon miljoenen gebruikers per seconde. Dus die kan serieus gewoon echt lerend terwijl het gebruikt wordt. En dat is het probleem met niche systemen zoals een EPD. Als daar iemand dus een afslag maakt één keertje, ja, dan kan dat veel te veel effect hebben op het hele model. Dus wat je nu nog wel ziet in de zorg, is dat er eerst modellen getraind worden op data. En dan dat model, dat wordt gebruikt om dan resultaten mee te genereren. Hoe ziet Otto dat? Want ik zie jullie datamanagers als experts die wellicht ook de machine kunnen helpen de juiste beslissingen te nemen. Door inderdaad de keuzes van de machines te controleren en eventueel te verbeteren waar die machine weer beter van wordt. Hebben jullie daar bij ICANEL al ideeën over, een plan in om te kijken in hoeverre datamanagers ingezet kunnen worden om AI-machines te helpen leren? Op termijn zou dat inderdaad kunnen. Je moet altijd alles valideren, maar eerlijk gezegd zitten we naar mijn beleving nog lang niet in die fase. Op dit moment is naar mijn idee wat haalbaar zou zijn, is dat artificial intelligence eerder de datamanager zou helpen met het aandragen van data, waarin zij vervolgens gaan bepalen wat de beste item is om te registreren. Ja. Dus dat in deze fase
nog niet de artificial intelligence het besluit neemt, maar dat het helpt bij het aandragen van de informatie die de datamanager anders in heel veel verschillende verslagen zou moeten opzoeken. Ja, dat is absoluut waar. Dat hebben we met CTQ trouwens ook wel eens besproken, om dat soort dingen te gaan doen. Daar is nog niets van gekomen, maar daar zou ik als eerste mee beginnen. Ja. Ik denk dat is een heel belangrijk punt. Daar sta ik ook helemaal achter, dat je gewoon... Ik ben er niet voor dat AI nu gaat vertellen wat de uitkomst is. Dat moet samen in samenspraak met de arts gaan. Waar ik niet mee eens ben, is dat we daar nu nog niet zijn. Ik denk juist dat het de datamanagers zijn die nu tekst interpreteren en dat gaan structureren. Kijk, maak die combinatie dan. Dus dat al dat werk dat nu gedaan wordt, en dat kan ook met terugwerkende kracht, hoor. Dat hoeft niet wanneer een datamanager het invult, dat kunnen we ook achteraf doen. Maar dat we die teksten gebruiken en dan de antwoorden van de datamanager daar doorheen gooien. Kijk, dat kan nu al gedaan worden. En ja, net wat Jolanda zegt, als we daar tijd in steken, dan zijn we binnen een paar weken daar. En bovendien doen we dat nu eigenlijk al. Want nu maken wij, als we een vraagstuk hebben binnen het ziekenhuis, dan maken wij de keuze wat wij de gouden bron noemen. En vervolgens trekken we daar de data uit. En we trekken niet uit alle dossiers de data. Dus, en dat doen we vaak met de klinici. Om te bepalen van waar staat nou de werkelijkheid. Nou, als je dat vervolgens tegen de machine kan zetten en hij kan dan de data extraheren. Word ik helemaal blij van. Nu heeft IKNL de luxe dat we datamanagers gebruiken, waarmee we dus de artsen ontlasten. Maar er zijn ook tal van aandoeningen waar we die luxe niet hebben. Joen, hoe zie jij dat? Denk je dat artsen het ervoor over hebben om die leercurve aan te gaan? En wat Otto zegt, dat we dus in eerste instantie nog steeds inderdaad die arts het besluit laten nemen, ondersteund door AI. En dat iedere keer daar extra tijd en aandacht aan besteed moet worden om AI de juiste meedenkkeuzes te kunnen laten doen. Zal de arts daar open voor staan? Ik hoop het sowieso van wel. Ik denk eerlijk gezegd niet dat we er ooit aan toe gaan komen dat AI de volledige keuzes gaat maken. Sowieso moeten de algoritmes ook gevoerd worden door de deskundigen. Dus dat is ook weer een co-creatie, denk ik. Mm-hmm. Ook op andere gebieden waar niet de datamanagers zitten, maar misschien ook juist weer wel. Wat je wel zou kunnen bedenken, hè, als je wat meer wil met die data, probeer het dan aan die voorkant al goed te organiseren. En dat is inderdaad ook het... Heropvoeden van de artsen vind ik hem wel een heel groot woord daarin. Maar het is denk ik ook meer het verleiden van de mensen om goed gebruik te maken van gestructureerde vastlegging of meer volgens bepaalde afspraken vastleggen. Als daar de professionals in verleid worden om het op een goede manier vast te leggen, dan kan het hergebruikt worden. De datamanagers van IKNL is echt supergoed werk wat ze doen. Maar hoe mooi zou het zijn als je dat soort mensen naar de voorkant van een proces kunt verplaatsen, zodat je al tijdens dat zorgproces in je primaire proces profijt hebt van die data, in plaats van dat het achteraf wordt verzameld en voor statistiek en onderzoek waarmee ook zorg wordt verbeterd wordt gebruikt. Maar als je dat naar voren verplaatst, hebben er volgens mij veel meer mensen en ook de patiënten daar veel meer profijt van. Wij kunnen nu al achteraf kunnen wij tekst analyseren en structureren. Dat is iets wat wij nu al doen. Wij halen het uit de EPD's en binnen het ziekenhuis worden dan omgezet in gestructureerde data voor onder andere onderzoek. Maar er is geen enkele reden waarom ons systeem dat niet zou kunnen wanneer het ingevoerd wordt. De enige reden waarom het niet kan is omdat de EPD's daar niet mee kunnen samenwerken op dit moment. Maar ik wil wat aanvullen op Joen, want wat wij merken in alle trajecten die wij met dokters doen, waar data bij betrokken is, krijgen we eigenlijk altijd automatisch de slag waar jij naartoe wil. Is namelijk, zij willen iets, en vaak is dat value-based healthcare op dit moment. Dan ga je dus op zoek naar de data die je daarvoor nodig hebt. En dan blijkt de data niet zo heel erg handig gestructureerd te zijn. En dat is het één stuk. De andere is denk ik eenheid van taal. Dus ze noemen dingen op verschillende manieren. En vaak zie je dan eigenlijk al een soort van in dat proces zie je al een slag ontstaan, omdat ze zelf die data weer aan de voorkant van hun eigen proces willen gebruiken. Dat ze dan bereid zijn om die stap te maken, juist omdat ze hem zelf nodig hebben. Terwijl ze daarvoor eigenlijk, ze legden het vast omdat ze het verplicht waren. En nu komen ze op, denk ik, heel veel specialisten of andere health professionals, die komen op het punt dat ze het nodig hebben zelf. En dan wordt het verhaal ook veel makkelijker. Dus wat ik jullie feitelijk hoor zeggen is dat het geen kwestie van of-of is. Ik deed in het begin zo'n tweestelling. Moeten we de arts, jij noemt het woord opvoeden, leren om te gaan met gestructureerde data of AI. Maar ik hoor jullie eigenlijk zeggen, het is eigenlijk beide noodzakelijk. Het direct weer terug kan brengen in het zorgproces, is de bereidheid om te veranderen en het anders te doen is denk ik veel groter dan dat je het doet omdat het voor iemand anders nodig is.
Okay. En als je iedereen zover kan krijgen, en het blijft moeilijk, hè? Want het blijft mensenwerk, maar als je iedereen zover kan krijgen dat ze in ieder geval de eenheid van taal zouden kunnen nastreven. Mm-hmm. En voor sommige data-elementen ook echt gestructureerd kunnen werken, dan maakt het wel echt heel veel uit. Ik denk dat we nog tijd hebben voor één vraag uit de groep. Martin, heb jij nog een mooie vraag beschikbaar? Ja, er is nog één interessante vraag. Er staat, waarom krijgt artificial intelligence in ZIS zo langzaam vorm? ZIS-ZIS, hè? Ja, sorry. Hebben ze onvoldoende prikkels om erin te stappen? Ik denk dat Joen daar als eerste wellicht antwoord op kan geven. Nou, ik denk dat Jochem daar nog meer ervaring mee heeft dan ik. Ja, als ik kijk naar de EPD's, dan gaan we naar een aantal jaren terug. Toen ik begon als arts, en dat is intussen al wel een tijdje geleden, maar ook niet zo heel erg lang geleden, was eind 2012, had ik nog een papieren dossier. Ja. Dus wat nou artificial intelligence, wat nou data, wat nou hergebruiken? Dat is wel echt iets heel anders dan waar we het nu over hebben. En met de invoering van de EPD's hebben we eigenlijk gewoon papier digitaal gemaakt. Ja. Ik denk dat zorgprofessionals niet, in ieder geval uit mijn eigen ervaring niet, maar intussen ook nauwelijks mee worden genomen in dat hele datagedachtegoed en laat staan artificial intelligence. En daar hebben we het wel over. Ja. Dus de vraag die aan de ZIS'en wordt gesteld is denk ik ook vaak helemaal niet, wij willen dit. We willen verslaglegging doen en dat is over het algemeen proza schrijven. Mm-hmm. Ik denk dat je daar wel een goed punt raakt, omdat ze vaak ook niet weten wat het kan. Zullen ze er niet naar vragen. En dat is inderdaad, zeker de Chipsoft die werkt op basis van gebruikersgroepen. Als de gebruikersgroep het niet vraagt, dan gaat Chipsoft daar niet mee aan de slag. Of ook als het er wel om gevraagd wordt, gaan ze er nog niet mee aan de slag. Ja, dat kan ook als de drang niet. Maar er zit op dit moment bij, vooral, tenminste, Epic ken ik niet zo goed, maar Chipsoft heeft echt wel een drang om meer met data zelf ook te doen. Dus daar zit wel een wens. Alleen ik denk als je naar Chipsoft zelf kijkt, dat is een vrij klein bedrijf. Nederland is een vrij klein taalland. Dat is best lastig om dat bij elkaar te krijgen. Nou, wat ik ervan begrijp is dat Chipsoft best wat ruimte heeft om nog een goede financieel AI-afdeling op te zetten. Ja, waarom het zo langzaam gaat is denk ik omdat er te weinig concurrentie is op de markt. Ja. Zo simpel ligt het. Het is onmogelijk. Ja, doet om Epic het beter dan? Nee, absoluut niet. Het is Epic en het is en dan hebben we het nog niet over de huisartsensystemen, want dat zou natuurlijk het ook nog wel een mooie zijn. Het is concurrentie. Het is gewoon het feit dat Hicks, alles moet in Hicks passen. En als je Epic hebt, alles moet in Epic passen. En alle extra ze zijn niet open. Die moeten eruit, ja. Je zou een open platform willen hebben. In de afronding, Otto, heb jij daar nog een visie op? Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is, die een van de panelleden al gezegd, dat dokters dingen vastleggen op een manier zodat ze er zelf ook in de zorg profijt van hebben. En dat de dingen zijn die we ook gewoon met elkaar willen vastleggen. En dan gaan dingen heel veel makkelijker dan wanneer je inderdaad mensen moet dwingen om vast te leggen. Want dat werkt gewoon niet. Dus de zaken die in de EPD's en in de ZIS'en moeten worden vastgelegd, dat zijn gewoon de relevante zaken voor de zorg moeten dat zijn. En dan kunnen we die gewoon gebruiken. Ja. En dan kun je ook veel makkelijker daar een algoritme op loslaten dan wanneer iedereen wat anders in zijn vrije tekst zet. Ja, hartstikke mooi. Ik kreeg al een seintje van Martin, ik heb nog een vraag, maar helaas, we zitten aan de tijd. In ieder geval mooi dat het leeft en dat er zoveel vragen komen. Maar de vragen blijven wel bewaard. De vragen blijven bewaard en daar gaan we zeker wat mee doen. Ik wil de panelleden hartelijk bedanken dat jullie hierbij aanwezig willen zijn voor deze interessante discussie. Otto ook, nogmaals bedankt dat je op het laatste moment aanwezig kon zijn. En dan gaan we nu over, of kunnen we nog een stelling doen? Was het? Kunnen we nog een stelling doen? Is de timer opnieuw gestart? Of? Nee, we hebben nog 5 minuten. We hebben nu nog 5 minuten. Oh, dan kunnen we nog een vraag behandelen. Ik dacht dat de nul was omdat we aan de tijd zaten. Excuus. Kunnen we toch nog een vraag doen, Martin? Nou, er zijn er eigenlijk nog wel een aantal die best leuk zijn. En een van de vragenstellers zegt van, je moet je wel realiseren in hoeverre je nog met een black box bezig bent. Hè? Als je data ophaalt en die gaat verwerken. Want je kunt natuurlijk straks met je algoritmes alle mogelijke leuke associaties leggen. Maar is het causaal? Is het een mechanisme van werking? Is er relevantie? Snappen we eigenlijk het algoritme wel? Ja,
En dat is waarom je absoluut ook gewoon de mensen erbij moet houden eigenlijk. Zoals zie ik het in ieder geval, dat is mijn filosofie, is dat AI alleen maar een soort van assistent kan zijn. Zeker waar het nu op dit moment nog aankomt op diagnose stellen. Maar als het gaat om de zorgverlener ondersteunen bij het registratieproces of de juiste informatie op de juiste momenten aangeven, daar kan AI heel goed in ondersteunen. En zeker als je aan de gang gaat met deep learning, ja, dan worden het black boxes. Hè? Hmm. Maar dat is juist ook de kracht ervan, dat ze daar net als de hersenen, ik kan ook niet in mijn hersenen kijken waarom ik bepaalde associaties leg. En dat is hetzelfde wat er gebeurt met AI. Nou, maar je ziet wel dat er een hele beweging wereldwijd is op een responsible AI, waardoor er steeds meer, zeker als je naar deep learning kijkt, steeds meer bewegingen zijn om inzicht te krijgen in wat die algoritmes doen. Dus je ziet dat die wetenschappers niet alleen bezig zijn met de black box zelf, maar proberen ook de black box te ontrafelen weer, doordat ze in sommige systemen zitten zoveel layers dat je niet meer weet wat zo'n laag doet. Ja. Maar je kunt daar best grappige dingen mee uithalen. Er bestaat niet op een gegeven moment gevaar dat we lui worden? Dat we op een gegeven moment doorhebben dat hij het best leuk doet? En dat we eigenlijk achterwege gaan laten om het te controleren? Met nou, het je ziet dat natuurlijk, er zijn een paar van die voorbeelden. Amazon had laatst zo'n voorbeeld. Hè, dat op de basis van de sollicitatiebrieven hadden ze hun algoritme getraind. En toen selecteerde het algoritme alleen maar mannen. Dat kwam omdat ze in het verleden dus alleen maar mannen hadden. Nou, zo zijn er denk ik in Amerika ook voorbeelden met politiebeelden. Politiebeelden vooral Afro-Amerikanen eruit pikten. Dus je zult, in klassiek in de EP, ik kom uit epidemiologie, klassiek, je hebt te maken met selectiebias. Dus als je je algoritme een geselecteerde populatie laat trainen, dan krijg je dus gekke dingen. Garbage in, garbage out. Yeah. Hoe zie jij dat, Otto, met die selectie bias? Je hebt natuurlijk, ICANEL zegt al, we kunnen mooie consistente vertalingen maken, omdat we gebruik maken van datamanagers in plaats van dat we de keur aan artsen dit laten doen. Maar ook, jullie hebben meerdere datamanagers die ieder weer de data op hun manier zullen interpreteren. Hoe kijk jij tegen die selectie bias aan? Ja, natuurlijk zit er altijd enige variatie in, maar ik denk dat die datamanagers echt de meest uniforme registranten zijn die er maar zijn in Nederland. Die kunnen dat ook echt veel beter dan dokters. Want dokters interpreteren allemaal zelf hun eigen richting op, terwijl de datamanagers allemaal een landelijke handleiding kunnen volgen. En desondanks natuurlijk zit er variatie in, maar ik denk dat datamanagers zorgen voor de minste variatie die idealiter kan hebben. En hoe kijk je dan tegen AI aan? Ik denk ook dat als je een systeem gaat maken wat analyses gaat doen, dat je dan een heel groot risico hebt op bias als je geen goede populatie hebt. Nou, maar kijk, wat het is met mensen, die hebben ook weer, bijvoorbeeld je bent moe, hè, of je hebt een gigantische slechte dag. We kunnen zeggen van ja, maar er zit bijna geen verschil tussen die datamanagers, maar het zijn en blijven mensen. Dus daar zal altijd wel verschil in zitten. Data zijn nooit foutloos. Dus, nee, exact. Maar goed, dat zullen ze ook niet zijn als een computer dat doet, denk ik. Nee. Daar zullen ook fouten in zitten. Het hangt er een beetje vanaf, wat je doel is. Hè. Moet elk data-element kloppen? Of kan je ook analyses doen met 95%? Dat hangt er een beetje vanaf wat je doel van je data is. Als jij een individuele patiënt wil behandelen op basis van data, dan moeten die data 100% kloppen, want anders heb je een risico op verkeerde behandeling. Als je alleen maar een wetenschappelijke analyse wil doen en twee behandelingen wil blijven, dan is een beetje ruis in de data is wel aanvaardbaar. Dus het gaat er iedere keer om van, ja, wat wil je met die data doen? Hoe precies moeten ze zijn? Ja. Ik denk wat vooral belangrijk is dat wat je ook met mensen zou moeten doen, denk ik. Hè, gewoon dat er meerdere datamanagers naar dezelfde data kijken. Dat is hetzelfde met AI ook. Je kan meerdere modellen ernaar laten kijken en met mensen laten. Daarmee de foutmarge ook weer verkleinen. Nou, ja, mooi afsluiting. Volgens mij is dat wat Otto zegt heel erg waar. Hè? Afhankelijk van je doel waarvoor je de data wil hergebruiken, wil je het heel precies hebben of niet de 100%. Kijk, als het gaat over kwaliteitsverantwoording over duizenden patiënten, als je op 97% zit en daarmee heel veel uren werk bespaart in overtypen, denk ik dat je daar heel veel aan hebt. Als het gaat over de overdracht van een patiënt, wil je gewoon exact weten wat er is gebeurd. Ja, het is de sample size die heel erg bepaalt hoe goed je data moet zijn en waar je mee wegkomt. Ik wil er een eind op breien. Ja. Ik toch dan nu de afsluiting. Dit is echt het einde. Nogmaals bedankt iedereen voor jullie tijd en voor deze bijdrage. En wellicht tot de volgende keer. Bedankt. Goeiedag.
Goedemiddag allemaal, welkom terug na de parallelsessies. We gaan langzaam toe naar een afronding werken. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we nog eventjes kijken wat die verschillende parallelsessies hebben opgeleverd. Hier aan tafel zitten Anke en Jasper voor wat betreft de opbrengst van Governing and Finance. Niels zit hier voor de data en de ICT. En op het scherm praten met ons mee Tessa en Wim voor wat betreft inhoud. Ik begin graag even bij jullie, Anke en Jasper. Wat heeft het opgeleverd? En zoals we weten is het altijd prettig om het antwoord te kunnen samenvatten in het antwoord op twee vragen. Eén, wat is je het meest opgevallen in die sessie? En twee, waar moeten we eigenlijk op korte termijn mee aan de slag? Wat gaan we morgen doen met wat we vandaag opgehaald hebben? Ja. Nou, wat mij het meest is opgevallen is toch wel de bevlogenheid van veel mensen in de sessies. We hebben zoveel vragen gekregen dat we eigenlijk niet direct alles konden beantwoorden. Dus die nemen we sowieso mee in de tas om straks het advies weer verder aan te scherpen waar we mee aan het werk zijn gegaan. En daarnaast komt ook wel heel vaak de vraag naar voren: hoe verenigen we nou alles wat er gebeurt in het registratielandschap? Kwaliteit, het gebruik van brondata, geneesmiddelen. Dus ik denk dat wij in ons advies zometeen echt gaan meenemen hoe kunnen we dat nog beter verenigen en hoe kunnen we nog beter aansluiten bij bestaande initiatieven. Ja. Ja, en ik praat graag even vanuit mijn rol als projectleider in zijn algemeenheid. En niet zozeer per se vanuit governance en financiering. En dan haak ik graag aan op wat Jasper al aangaf. Die enorme betrokkenheid. Mensen willen heel graag meedenken. Er willen heel vaak mensen hebben goede suggesties, initiatieven, hoe we kunnen aanscherpen. Dus ik ben ontzettend gestimuleerd om door te gaan op de weg waarop we zitten. Met veel interactie met het veld, in werksessies, individuele gesprekken. En het ook onze resultaten en ideeën blijven delen. In welke vorm dan ook. Zoals we dat ook gaan doen rondom de case study in case study cafés. Waar ook iedereen gewoon met ons in gesprek kan. Zodat we dat ook gewoon real life, real world data kunnen meenemen. Ja, uitstekend. Dank je wel. Ik ga nu graag even naar Tessa en Wim, die ons gaan toespreken vanaf hun scherm. Wat was bij jullie de opbrengst? En weer die twee vragen van wat viel je het meest op en waar gaan we morgen mee aan de slag? Ja, voor mij was het, we doen dit allemaal voor de patiënt. En dat hoor ik veel naar voren komen. We zijn met z'n allen, denk ik, hartstikke gemotiveerd om een mooi, goede uitkomst neer te zetten. En dat is uiteindelijk het doel, de patiënt. Dus dat is waar het om draait voor mij. Ja, ik kan daar alleen maar op aansluiten. Ik kreeg ook het gevoel dat inderdaad, hè, we hadden die discussie over ego versus eco-denken. En ik kreeg dat ook heel erg terug wel uit de sessie, de breakout sessie die ik had. Dat we inderdaad heel erg geneigd was om te zeggen van kunnen we naar dat ecosysteem toe? En hoe brengen we die verschillende belangen met elkaar? En bijvoorbeeld ook echt een aantal van de thema's die ook eerder benoemd werden rond bijvoorbeeld de case studies, hè, dat daar ook weer heel veel nadruk van vanaf het begin betrekt die patiënt bijvoorbeeld in het efficiënt registreren, maar ook wel hetgeen registreren wat er echt toe doet. En ga niet alvast beginnen. Dus neem die eerste stap eerst voordat je een heel systeem optuigt en er dan achterkomt dat je eigenlijk veel te veel doet. Ja. Als ik daar nog op mag aanhaken, de registratielast, dat is waar we ons heel bewust van moeten zijn. We moeten niet meer registreren dan dat nodig is, maar we moeten heel goed met elkaar kijken wat is de beste set aan variabelen wat bij zoveel mogelijk mensen het juiste doel bedient. Oké, ja, dankjewel voor deze aanvulling. En dan gaan we als derde naar Niels. Naar de sessie over ICT en databeheer. Klopt, er zijn heel veel herkenbare dingen gezegd. Wat Jasper zegt, veel te korte tijd. Heel veel vragen kwamen. Het heel mooi hoe het kennelijk leeft. Hoeveel interactie er loskomt. We hebben gesproken over COVID. Waarom kan het dan opeens wel? En nut en noodzaak werd onder andere gezegd. Uniformiteit, een gemeenschappelijke vijand hebben. En we hebben een hele mooie discussie over artificial intelligence gehad. Ja, waaruit wel naar voren kwam dat het eigenlijk vandaag al heel veel mogelijk is. En dat we daar eigenlijk niet mee moeten wachten. Maar dat we niet de illusie moeten hebben dat we niks meer hoeven te doen. We moeten altijd nog wel erbij blijven en de AI-robot blijven controleren. Ja, precies. De menselijke de maat blijft toch belangrijk. Hè? Ook in dit traject. Ja. Dankjewel. Nou, dan zijn we eigenlijk wat dat betreft rond. En dan rest ons eigenlijk niets anders dan over te gaan tot de afsluiting van deze dag. Ik hoop dat degenen die gekozen hebben voor het Zorginstituut lunchpakket
daarvan genoten hebben. Want dat geeft toch weer een heel andere invulling van het begrip pakketbeheer. En verder wil ik graag een aantal mensen bedanken. In de allereerste plaats de deelnemers. Laten we wel wezen, het zijn de mensen die nu met z'n bijna 300 bij ons aanwezig zijn geweest vandaag. Die straks ook gaan zorgen dat dit hele regieverhaal straks ook echt gaat lopen. Dat er echt dingen gaan gebeuren waar we achteraf blij mee zijn. Dus zij staan denk ik in dit dankwoord voorop. En natuurlijk als tweede de techniek. Want de techniek heeft het mogelijk gemaakt dat wij vandaag, ondanks het feit dat er geen live bijeenkomst mogelijk was, toch bij elkaar konden zijn op een voor ons allemaal relevante manier. En we ook commentaar van elkaar konden ophalen en verwerken. En ten derde natuurlijk de sprekers en onze keynote speaker die belangrijk zijn geweest. En als vierde natuurlijk de paneldeelnemers die allemaal ons hebben laten inkijken in hun eigen belangenwereld. Wat altijd heel veel mooie inzichten oplevert. En uiteindelijk ook de voorbereiders namens het Zorginstituut. Want die hebben ook een hele tijd doorgebracht om dit allemaal in elkaar te schroeven. En daarom ga ik toch één uitzondering maken. Ik heb geen namen genoemd, maar ik ga één naam wel noemen. En dat is degene die dit congres eigenlijk in praktisch 6 weken tijd uit de grond heeft gestampt. En dat is Inge Melker. En die heeft daarmee een logistieke topprestatie afgeleverd. Waar iedereen eigenlijk toch al een beetje verbaasd van staat. En ik denk dat een groot deel van het succes van deze dag ook aan haar te danken is. Nou, dan rest ons niets anders dan u allemaal heel veel sterkte en plezier te wensen bij het vervolg van deze co-creatie. En ik hoop dat als we elkaar weer tegenkomen in dit veld en allemaal bezig zijn met de case studies en met alle inzichten en kennis die dat oplevert en de versnelling die dat met zich meebrengt, dat we dan tegen elkaar kunnen zeggen, ja, wij zijn echt allemaal aan het samenwerken. Ja, co-creatie, heel Holland bakt. Dank u wel en graag tot ziens.